Je kan niet nu vandaag de dag 2025 zijn en broke zijn. Er zijn zoveel 20, 25 jarigen die gewoon kaart aan het knallen zijn. En jij zit daar te scrollen en je af te vragen waarom het hun lukte en jou, jou niet. Vandaag tegenover mij een bekend gezicht van Schouders eronder: namelijk Thomas van der Lek. Vorig jaar hebben wij in Kaapstad een podcast opgenomen. En deze werd zo goed ontvangen dat er wel een deel 2 boost komen. We gaan in op het afgelopen jaar van Thomas. Want hoe heeft hij zich ontwikkeld en wat is zijn grootste les geweest? Daarnaast kijken we naar de ontwikkelingen binnen de e-commerce markt, maar ook naar de huidige maatschappij. Want wat gaat daar goed, maar wat gaat daar ook fout? Dit alles en nog veel meer gaan jullie vandaag te weten komen. In deze aflevering van Schouders eronder. Vertel, wat, uh, wat was er aan de hand in die, uh, in die uh, periode? Ja, ik heb ook niks te klagen. Alleen op een gegeven moment voelde ik, ik voelde me leeg, man. Dames en heren, welkom. We zijn er weer een nieuwe aflevering vandaag van, uh, van Schouders eronder. Mijn naam is Daan, host van Schouders eronder. En vandaag zitten we weer met een hele bijzondere gast die we al een keer gesproken hebben. Voordat we op de gast ingaan, wil ik even een dikke shout-out doen naar Lagom Film. Mocht jij ooit een podcast willen opnemen. Mocht jij ooit voor jouw coachingprogramma je cursus willen schieten. Whatever je ook moet doen. Lagom Film is jouw bedrijf. Wij zitten, zoals jullie zien, normaal gesproken in een andere studio. En vandaag zitten wij. Hier, en daar zijn we super blij mee. Want uh, als je zo om je heen kijkt, uh, ziet dat er uh, super clean uit. Nu gaan we over naar de gast van vandaag, die al een keer de gast is geweest. Op aanvraag van vele mensen, zoals bij mij. Ja, is dat DM, zo? Uh, ja, dat bij, is zo. Dat is bij jou in het DM. Dus uh, Thomas. Ja, hey, goed, uh, goed om je weer te zien, kerel. Ja, lang geleden, oprecht lang geleden. Ja, lang geleden. Maar toen we het eerste deel hadden opgenomen, dachten we eigenlijk wel van hier moet sowieso een keer een deel 2. Zeker. En wij waren niet de enige die dat dachten. Ja. Dat waren meerdere mensen. Dus, uh... Zeker, man. Ja, vertel. Het is bijna een jaartje geleden. Toen zaten we in Kaapstad. Dat was ongeveer oktober, november zoiets. Ja, ik zat er toen in september, oktober. Volgens mij hadden we net voordat ik wegging. Ja, klopt. Tegen november aan. Uh... Ja, ja, klopt. Ja, vertel. Uh, toen begon je echt net met het Econ Freedom. Je was al wel even bezig, maar het was wel echt in de, in de kinderschoenen nog. Nu ja. zijn we een jaar verder. Ja. Uh, je bent met dat bedrijf een jaar verder. Je bent als persoon een jaar verder. Vertel, wat is er ten opzichte van die periode echt, uh, echt anders veranderd? Uh, mijn baard groeien een klein beetje. <laughs> nee, voor de rest uh, sowieso, thanks dat ik hier mag zijn. Volgens mij had ik het al gezegd. Ja. Um, in die tijd veel veranderd. Er kan heel veel veranderen in een jaar. Ik denk dat wij heel erg onderschatten wat er kan veranderen in een maand. Maar onderschatten wat er kan veranderen in een jaar. Dat is ook zeker gebeurd. Mm -hmm. Dus uh, veel mooie plekken geweest. Econ Freedom, veel mensen mogen helpen. Stappen mogen maken. Domme fouten gemaakt. Um, Bepaalde, uh, bepaalde veranderingen doorgevoerd. Dus uh, ja, ik denk zeker dat er mooie dingen zijn gebeurd. En dat ik, uh, ja, als ik kijk, zowel persoonlijk als financieel, business, dat ik zeker ben gegroeid afgelopen jaar. Okay. Ja. In, die, uh, in de afgelopen jaren, of in de afgelopen jaar, wat is er echt specifiek uh, voor jou de grootste ontwikkeling geweest daarin? Ik denk dat ik mezelf heel erg heb ontwikkeld als het aankomt op het bouwen van een team en het worden van een goede leider. Mm -hmm. um, Want je kan niet verwachten om de juiste mensen aan te trekken als je zelf niet de juiste leider bent, right? Mm -hmm. uh, dus daarin ben ik heel erg gegroeid, heb ik bewust ook op gefocust omdat ik wist, oké, okay, als ik echt impact wil maken op zowel mezelf, familie, als de mensen die we helpen binnen Ecom freedom, mm -hmm. ik moet gewoon een team hebben wat mij in mijn kracht zet, um, waar ik op kan bouwen, als ik die bij wijze van spreken nu bel, yo, shit is gaande dat ze, dat ze er zijn. Mm -hmm. Dus uh, als ik kijk naar het team wat we nu hebben, nou, je, je hebt bas net gezien, dat is een on klein onderdeel daarvan. Het is een klein onderdeel, je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. um, is dat wel iets waar ik trots op ben en wat mij wel echt uh, ja, heeft laten groeien. Omdat op een gegeven moment kom je zeker in het ondernemerschap denk ik in een, in een fase terecht waar je op jezelf zit zit een cap. Right? Yep. En je gaat op een gegeven moment van heel veel doen, naar meer denken. Mm -hmm. Maar om te denken moet je wel mensen hebben die doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus in die zin heb ik heel erg gekeken naar oké, okay, welke mensen moet ik om mij heen verzamelen die beter zijn in bepaalde dingen dan ik zodat we met elkaar impact kunnen maken um, en je op elkaar kan bouwen en zo uh, verder kan komen. Man. Dus dat is echt, denk ik, een van de, van de dingen waar ik me heel erg op heb gefocust. En die me ook uh, enorm heeft geholpen de afgelopen, wat is het, acht maanden. Had je daar, had je daar ook moeite mee, zeg maar, dat je, dat je andere mensen op een plek moest zetten met het werk uitvoeren wat jij eerst zelf deed? Want je ziet heel veel bij ondernemers dat ze alles graag zelf willen doen en alles zelf willen opbouwen omdat ja. misschien het ego wel een beetje in de weg zit. Had je daar zelf ook moeite mee om bepaalde zaken uit de handen te geven? Kijk, wij als ondernemer zijn ondernemer geworden. Omdat we eigenlijk denken dat we alles beter kunnen. Right? Mm -hmm. Als er nu ondernemers kijken naar deze podcast. Waarschijnlijk vind je jezelf goed. Dat is goed. Een stukje egoïstisch mm -hmm. zijn. Maar op een gegeven moment moet je ook gaan accepteren dat jij niet alles kunt gaan doen. En dat er mensen beter zijn in bepaalde dingen. Kijk, als je kijkt naar de grote mensen hier op deze wereld. of in de ondernemerspace. Ze zij zijn niet goed in alles. Maar ze zijn heel goed in de juiste mensen op de juiste plek zetten. Dus dat uh, is op een gegeven moment bij mij omgegaan. En toen heb ik ook echt gekeken: van oké, okay, waar wil ik jaar heen, daar zitten we nu midden in dat traject mm -hmm. um, en wat is daarvoor nodig en op zo'n moment denk ik ook vaak van oké okay, wat zou een ondernemer doen die tien keer welvarender is of tien keer meer ervaring heeft dan ik wat voor een keuze zou hij of zij maken en daarop baseer ik mijn keuze want als ik denk hé hey, wat wil ik nu gaan doen dat is mijn keuze maar mijn keuzes in het verleden hebben mij gebracht naar waar ik nu ben maar als ik denk vanuit hé hey, wat zou Alex Hormozie doen in dit geval dan ga ik een keuze maken die Alex zou maken mm -hmm. en dat zijn dus miljoen dollar keuzes als je mm -hmm. begrijpt wat ik bedoel dus zo heb ik dat eigenlijk gedaan. En toen was het een hele simpele rekensom voor mij. En ik wist ook wel van... oké, okay, als je naar een nieuw niveau wil gaan... dan nou, moet je nieuwe keuzes maken. zijn soms spannend. Uh, maar dat is wel hoe je groeit. En uh, waar heel veel ondernemers... ja, denk ik moeite mee hebben. Dat ze denken dat ze alles zelf heel goed kunnen. Zal voor een deel ook zo wel zijn. Maar op een gegeven moment moet je toch... Uh, moet je door en uh, de juiste mensen om je heen verzamelen. Hoe ontwikkel je die, die skill... dat je daadwerkelijk ook echt de juiste mensen om je heen verzamelt? Want op een gegeven moment... Uh... Ik denk dat het heel lastig is voor heel veel mensen om de juiste mensen aan te nemen. En dat zie je ook veel van. Oké, okay, die komt en vervolgens gaat die weer. Ja. Uh, omdat je niet de juiste keuze in het screeningproces, misschien om het zo over te noemen, gemaakt hebt. Hoe, ontwikkelde je, je, hoe ontwikkel jij je daarin om ervoor te zorgen dat je dus de juiste mensen aantrekt? Hele goede vraag. Ik denk dat heel veel ondernemers sowieso altijd dingen buiten zichzelf leggen. Dus van oké, okay, dit is geen goede teamperson. Maar als jij een goede ondernemer was geweest, had je diegene misschien nooit aangenomen. Dus daar gaat het al fout. Dus uh -huh. nummer één is gewoon pak zelfverantwoordelijkheid. Ben jij een goede leider? Hoe communiceer je? Straal je rust uit. Lead by example. Dat soort dingen. Dus daar moet je eerst heel erg op gefocust. Van oké, okay, moet rustiger proberen te communiceren. Um, dat soort dingen. En wat voor mensen wil ik op bepaalde posities? En ook in het screeningproces wat je net zegt, gewoon duidelijk mijn waardes neerzetten. Mm -hmm. um, en ook niet genoegen nemen met, ja, ik denk wel dat deze guide gaat kunnen, maar ik weet niet zeker. Yo, no go. Right? Mm -hmm. Ik wil nu met iedereen die ik hire. We hebben gewoon een sterke teamculture. Volgende week gaan we lekker uit eten met z'n allen. Wil ik gewoon echt iemand hebben waarvan ik weet: oké, okay, dit is gewoon een A-player. En we zeggen ook aan het begin: yo, of je werkt met mij voor 30 dagen, of je werkt met mij voor drie jaar. Bij wijze van spreken, dat iemand echt weet: yo, je komt hier niet om even twee maanden leuk even mee te doen. Wij willen gewoon een team, we willen op elkaar bouwen. Um, we zijn hier voor de long term. Dit is onze missie. Dit zijn de values. Daar gaan we met z'n allen heen bouwen. Dat dat gewoon clear is. Vindt iemand dat cool? Gaat iemand daar 100% voor? Go. Is iemand van ja, half, kleine twijfels. Ja, maar dan wil ik wel op zondag: yo, je mag op zondag vrij, maar als ik jou bel. Dan ga ik er gewoon vanuit dat we met elkaar dingen doen. En dat je er gewoon bent. right? Ik wil gewoon mensen die voor elkaar door het vuur gaan. En dat is wel iets uh, ja, wat ik daarin heb geleerd. Zeker. Ja, ja. oké. Okay. Interessant. Dus altijd sowieso die verantwoordelijkheid ook bij jezelf ja, pakken. En uh, ook vanuit duidelijkheid gewoon communiceren. Of ze nou begin, beginnen ja of nee. Gewoon van, van tevoren duidelijk zeggen. Yo, het is of 30 dagen ja. of 3 jaar. That's it. Ja, weet je. De, wat je ook bij voetbal zegt. Ik wil ja. het niet, niet meteen afdwalen. Maar. <laughs> Als jij een belachelijke linksback hebt. Kijk, je voetbal je, je team is zo goed als je minste speler. Ja. Kan je denk ik wel vinden. Mm -hmm. um, dat is ook met business zo. Als jij gewoon een zwakke schakel in hebt in je team of in je sales team. Je voelt, je voelt het gelijk. Het loopt niet lekker, right? Mm -hmm. Dus we willen dat niveau gewoon hoog houden. Zodat iedereen elkaar in zijn of haar kracht zet. Um, en dat heeft mij wel enorm geholpen, man. Zeker, ja. Ja, want uh, dat stukje Econ Freedom. Uh, jouw uh, jouw coaching traject. Hoe Thomas daarbij terecht is gekomen. Wat Econ Freedom allemaal precies is. Dat hebben we in de vorige podcast allemaal... Specifiek uitgelegd. Ja. Dus ga dat vooral checken als je daar benieuwd naar bent. Gaan we niet nog een keer op induiken. Uh, dat is natuurlijk binnen de coachingwereld. Nu hangen er bepaalde stigma's boven die wereld. Uh, ik weet dat jij je daar ook vaak over uitspreekt op, uh, op Insta. en noem het allemaal maar op. <laughs> Vertel, wat is, jouw, wat is jouw persoonlijke mening over de coachingwereld aan zich? Wat is mijn mening over de coachingwereld? Um, ik probeer over heel veel dingen tegenwoordig geen mening meer te hebben, maar ik kan er niet omheen dat ik hier zeker wel mening om heb. <laughs> ja. Over heb. Mening kijk, of oordeel trouwens. En dat, ik denk dat het twee andere dingen zijn toch? Oordeel, ja. ja. Klopt. Bedankt Daan. Ja, nee, ja, dan... ja, ik denk. Heb, ja, ik heb een mening. Mm -hmm. En um, eigenlijk als volgt, ik denk dat online educatie dat, dat de wereld kan veranderen. Als ik naar mezelf kijk, als ik naar jou kijk, als je kijkt naar de eerste cursus waar je ooit in hebt geïnvesteerd, was misschien niet hetgeen wat jou heeft gebracht ja, dat, ja, waar je nu bent. Ben. Maar wel als je kijkt naar wat het voor jou heeft gedaan. Want je zag, hé, hey, als ik in mezelf investeer, heb ik een commitment, heb ik een stok achter de deur, moet ik al ingaan. Dus ik denk dat online educatie iets heel moois is... ...en dat is dat allereerst. Nou zie je natuurlijk ook van alle dingen die... ...mooi of goed zijn in de wereld... ...dat er een percentage is van de mensen die daar misbruik van maken. En ik snap heel goed dat er nu iets... ...om die coachingwereld heen hangt, omdat... ...er zijn ook gewoon heel veel bullshit coaches. Die gewoon echt bullshit verspreiden, die niet weten waar ze het over hebben. Slechte delivery. Je wil niet weten hoeveel DM's wij krijgen met... joh, ...ik heb gisteren een coaching traject afgenomen en ik krijg geen reactie meer. Weet je wat, dat soort dingen. En aan de ene kant denk ik van ja... ...wat moet ik daarmee, weet je. Maar aan de andere kant denk ik van is toch sneu, weet je. Je hebt iemand van 19, heeft hard gespaard. Heeft iemand in goed vertrouwen betaald voor coaching sessies of wat dan ook. En er gebeurt gewoon niks meer. Mm -hmm. Dus um, ja, dat is, dat is wel gewoon extreem jammer. Aan de ene kant denk je, hey, dat ligt ook bij de mensen zelf, bij wie ze iets kopen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mensen met, met goed vertrouwen. En uh, zijn er gewoon mensen die daar misbruik van maken. Dus uh, ja, dat is een beetje hoe ik daar naar kijk eigenlijk. Ja, lastig is dat. Want je kan... Op de voorgrond kun je niet altijd iemand echt fully screenen of die legit is, ja of nee. Want results kunnen gefaked worden door bepaalde coaches die vervolgens niks meer nakomen. Mm. Maar ik denk wel dat je gewoon echt, er echt goed op moet letten bij wie je een traject afneemt. En gewoon duidelijk ook navraag doen bij mensen die al in dat traject Zeker zitten. Man. Want anders schiet je ze, wat, wat je zegt, iemand van 19 die, die verkocht wordt door een advertentie. Of die uh, verteld wordt van ja, je kan overal ter wereld werken en, en dit en dat. En vervolgens het traject afneemt en vervolgens van die coach helemaal niks meer hoort. Ja. Nee, dan... nee en dat is natuurlijk wel een extreme variant. Maar het ja. gaat er ook alleen om dat die, dat die verwachting gewoon eens hoog wordt geschetst. Ja. Als jij, je bent nu nog niks, je joint een programma, je rijdt over drie weken niet in een Audi. Ook niet in een Ferrari, je zit ook niet in een private jet. of wat dan ook. Dus dat verwachtingspatroon wordt al helemaal verkeerd geschetst. Ja. Dat, is, dat is één ding wat zeker is. Um, en het moet gewoon allemaal snel, snel, snel. Kijk, ga er maar vanuit dat als je je eerste traject haalt, hoe goed de traject ook is, dat je alsnog fouten gaat maken. Weet je, bij ons ook. Maar uiteindelijk is het gewoon de aanhouder die wint. En, en hoeveel verantwoordelijkheid neem je daar zelf ook in? Um, en daarom vind ik het ook belangrijk om dingen met onze members te laten zien. Nou, we hadden natuurlijk laatst een member meegenomen naar Dubai, vlogs ja. van gemaakt. Zodat mensen ook echt zien: hé, hey, waar komt zij vandaan? Hoe heeft ze het ervaren? Uh, hoe is het om met ons te werken? Om echt een kijkje achter, uh, achter de schermen te geven: zeg maar, van hé, hey, hoe gaat dat eraan toe? Um, en dat mensen zichzelf ook echt kunnen relaten met de persoon ja, die bijvoorbeeld bij mij op de podcast zit, of dan in Dubai of, mm -hmm. uh, of iets in die, uh, in die richting. Dus dat is ook wel uh, belangrijk. Ja, dat stukje uh, van uh, Econ Freedom Student die naar Dubai ging, gaan we zo meteen nog even dieper op in, want daar ben ik benieuwd naar sowieso hoe dat was. Ja. Maar hoe uh, probeer jij die wisselwerking te houden van, hey guys, uh, op je socials ook het stukje uh, luxe, wat je kan uh, permitteren, maar ook het stukje van hé, hey, er moet wel gewoon daadwerkelijk gewerkt worden en dit uh, komt allemaal niet aan waar je. Hoe probeer je die <coughs> wisselwerking in je socials daar wel bij te houden? Niet dat je only een, een, een droom maar verkoopt, zeg maar. Nee, ik vind dat ook heel belangrijk. Ik denk dat ik ook vaak genoeg op mijn stories, of ik heb inmiddels 80 plus podcast aflevering, dat ik altijd zeg van joh, er zijn dingen mogelijk, maar dit is na vier jaar. Mm -hmm. En zelfs nu ben ik nog niet op het niveau waar ik wil zijn. Dus verwacht niet dat er binnen een paar maanden iets gebeurt. Als je niet bereid bent om hard te werken, als je niet bereid bent om fouten te maken, yo, blijf gewoon bij me weg. Ga gewoon bij de bloemist werken of zoals je daar gelukkig van wordt. Um, want dan is dit niks voor jou. Dit is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om een online business naar 10, 20, 100, een miljoen per maand te schalen. Maar simpel is het wel. Het zijn in principe maar een paar bestellingen per dag. Alleen mensen kunnen het onderscheid niet maken tussen makkelijk en simpel. En omdat ze constant gebombardeerd worden met video's op het internet, gastjes, TikTok, Lamborghinis, weet ik allemaal wat, wordt er zo'n verkeerd beeld geschetst, terwijl het daadwerkelijk mogelijk is. Ik bedoel, in de tijd dat wij nu aan het lullen zijn, mm -hmm. hoeveel bestellingen zijn er nog niet geplaatst? Mm -hmm. Het enige wat jij had hoeven doen, is aan die kant te staan en ervoor zorgen dat een paar meiden die nu ergens anders bestellen, bij jou gaan bestellen. Mm -hmm. That's it. Dus het is, het is niet makkelijk, het is simpel. En als je, dat, als je dat zo gaat framen in je mind, dus dat je dat tegen jezelf gaat vertellen. oké, okay, ja, het is een uitdaging, maar het is relatief simpel. Gaat het veel makkelijker worden omdat je met hele verkeerde verwachtingen ingaat mm -hmm. en het eigenlijk alleen maar tegen kan vallen? Vind je daarin ook uh, online ondernemen of ondernemen in het algemeen? Vind je dat dat iedereen dat zou kunnen? Ja, Moet, is een groot woord. Maar denk je dat iedereen dat zou kunnen of heb je. Nee, <tus> Nee. Kijk, ik kan ja zeggen, maar er moet echt iets in jou veranderen. Kijk, er zit een verschil tussen ondernemen en ondernemen. Als jij je nu inschrijft bij de KVK, dan ben je een ondernemer en dan ben je aan het ondernemen. Mm -hmm. Alleen, ik denk niet, ik denk waar jij op doelt, kan iedereen een living maken uit ondernemen. Klopt dat? Ja. Theoretisch gezien zou het kunnen. In de praktijk gaat dat compleet anders, omdat mensen lui, eigenwijs, arrogant zijn uh, en het daardoor niet, niet gaan halen. Heel oh, simpel. Ja. Straight, maar okay. true. Ja, sowieso. 100% mee eens, man. Ja, Want je wel. hebt nu een beetje het, het, hetgene van... Ja, je moet ondernemen om, om een leuk leven te hebben. Je moet dit, je moet dat. Maar ik heb dat van de week ook in een podcast van, uh, van Eindbazen geluisterd. Van, joh je kan ook als je een goede baan hebt... En je, je, baan, is wat je, uh, je baan is hetgene wat je leuk vindt. Je pakt daar 60.000 euro per jaar mee en je vindt dat prima. Weet je, doe dat. Ja. En je hoeft niet, uh, zoals iedereen maar schetst... Miljoenen per, per, per jaar te maken of per maand of whatever je ook wil. <coughs> doe waar jij je goed bij voelt en... Um, voer dat gewoon op je best mogelijke manier uit. Ja, 100%, uh, 100 true. Want het ding is ook: hier gaat het vaak fout. Mensen zien iets online en denken dat wil ik. Ja. Maar wil je dat echt? Of wanneer is de laatste keer dat jij gewoon een vel papier hebt gehad? Jij staat nu hier: dit is punt A. Mm -hmm. Ik wil naar punt B. Wat is punt B voor mij? Want wat punt B voor mij is, dus de lifestyle die ik nu leef in Dubai, leuke dingen doen, is misschien helemaal niet jouw punt B. Misschien is jouw punt B wel gewoon een gezond gezin hebben, twee keer jaar op vakantie kunnen gaan, leuke dingen kunnen doen, lekker in het weekend gaan biljarten met vrienden. En daar past misschien wel een baan bij in dat plaatje. Mm -hmm. Maar daar denken mensen, heel weinig mensen over na, want wat wil ik en wat past daarbij? Voor de meeste mensen willen een lifestyle leven waarvoor je helemaal niet zoveel financiële middelen hoeft te hebben. Nee, nee en dat is nu wel, ik denk wel een probleem met name onder jongeren. Man. Ja, man. Dat echt zoveel jongeren, ze willen, ten eerste willen ze het snel ja. en ze willen veel. Maar als je veel wil, moet je daar lang en hard voor werken en moet je daar geduld voor hebben. Ja. In plaats van dat je denkt dat je binnen een maand met, met iets gemakkelijks 10.000 euro per maand verdient. En stel, het lukt wel. Wat, wat heb je er dan aan? Dan verdien je het, dan heb je het snel, dan heb je het makkelijk. Wat heb je daaraan geleerd? Wat heb je daaraan gehad? Eerlijk, dan is, wordt alles in je schoot geworpen en is het allemaal makkelijk en easy. Ja, je, maar je moet er ook die... gewoon. Hetgene wat jij nu bereikt, wat je zegt, heb je vier jaar knijten hard voor moeten werken. Dingen op moeten offeren. Minder sociale contacten. Mm. En dat zorgt er ook voor dat je meer een, een man wordt in plaats van iemand die alles maar zo in schoot, in zijn ja, schoon Zeker, krijgt. Zeker, ja. Kijk naar jezelf, weet je. Ik bedoel, ja. Het begint nu een beetje te lopen met de podcast, maar de eerste episodes uh, wist je nog eens hoe de mic werkte. Dus nee, nee, oprecht niet. even, nee, klopt. En ook en dat is oké, okay, weet je. Ook, het is ook oké okay om een eerste jaar niks te weten, maar we willen allemaal morgen, we willen allemaal overmorgen, maar. Yo, dat duurde een paar jaar. We wachten allemaal op de perfecte condities, de perfecte omstandigheden. Je moet gewoon starten, jongen. Ik, ik had nog niet eens een logo toen ik begon. Ik had, het enige wat ik had was een naam. Ja. Ik had twee microfoons waarvan ik niet eens wist in welk programma ik het ging opnemen toen ik in de auto zat naar IVAR om de eerste podcast op te nemen. Nee. Letterlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja dat. Ja, dat, zo werkt het gewoon. Maar je moet gewoon gaan en zien vanzelf al wat, uh, wat er komt. Ja, zet gewoon die eerste stap, weet je. Mm -hmm. Je staat in een bos, je wil uit dat bos komen. Je, je ziet door de bomen het bos niet meer. Maar je ziet waarschijnlijk wel, wat is je eerste volgende stap? Neem, ja. neem die. Ja. Neem die. Absoluut. Hey, en uh, om even terug te pakken op uh, uh, Dubai. Met, uh, met Kiki, jouw uh, successtudent. Oh, je hebt hem even je hebt hem goed bekeken. Ja, ik heb alles even gecheckt natuurlijk. Uh, zij heeft die stap genomen. En binnen twee weken heb ik dat... Had ik ja, dat ze goed? was gejoind. Maar een beetje slapjes allemaal. Ja. Als ze dit ziet, ja, yeah, true. Toen <laughs> ze uh -huh. dus op een gegeven moment wel gewoon de dingen gaan doen. Binnen twee weken van 0 naar 1000 euro's per dag. Wij zaten in Dubai natuurlijk. Uh -huh. Dus ik denk, joh, fuck it, laten we gewoon die stof doen. Podcast, kunnen we andere mensen mee inspireren. Dus ik bel haar op. Hé, hey, Kiki is Thomas. Uh, hoi. Uh, yo, hey, wil je naar Dubai komen? Uh, we gaan een podcast opnemen. Plak wat een paar vette dagen af, uh, aan vast. Maken we een vlog. Lijkt je het cool? Uh, ja, wanneer? Overmorgen. <laughs> <laughs> dus zij... Haar ouders wisten nog ineens dat ze echt bezig was met ondernemen. Ze zeiden we naar beneden, hé hey man, ik ben trouwens aan het ondernemen. Oh ja, en die guy bij wie ik dat leer, <laughs> met, met zijn cameraman, die vraagt of ik naar Dubai kom. Oh, goed. En uiteindelijk, ja, twee dagen later stonden we op het vliegveld, een paar super toffe dagen gehad. Um, en dat liet me ook wel weer echt even inzien van, dingen worden snel normaal. Mm -hmm. right? Als ik door Dubai rijd in een, in een toffe bak en dat, dat went. Maar als je dan zo iemand ziet die net is begonnen en voor wie dat allemaal nieuw is, dan realiseer je weer van hoe dankbaar je moet zijn. En wat dat voor zo iemand kan betekenen. Uh, zowel in motivatie als gewoon in de daadwerkelijke dingen die ze daar heeft geleerd. Dus dat waren echt super toffe dagen man, zeker. Ja. Los, van, los van datgene, wat heeft uh, wat het jou heeft opgebracht? Wat heeft het Kiki daarin opgebracht dat ze langs is gekomen? Wat heeft het met haar gedaan? Je weet waar je heen wil. Zij. Uh, het leek haar heel tof om de wereld rond te reizen. Maar als je dan voor de allereerste keer met guys die dat leven al leven. een paar dagen chillt en hangt. dan wordt het zo tastbaar. Mm -hmm. En je weet hoe dat gaat. Als het de eerste keer tastbaar is, dan wil je nooit meer terug. De eerste keer dat jij een reis naar het buitenland maakte. dan denk je: wow, hier wil ik meer van. Dus soms moet je bepaalde dingen even voelen. tastbaar zijn. voordat je ze daadwerkelijk uh, ook kunt gaan omzetten in, in je eigen realiteit. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft het met haar gedaan. En we hebben natuurlijk gekeken naar: hé, hey, paar duizend euro per dag is leuk. Hoe kunnen we naar die next level gaan? Dus uh, ja, dat zijn een beetje de dingen die we daar hebben besproken. Okay, ziek. En de rest bij duizend likes, maar dat is nooit gebeurd. <laughs> Leuk man. Ja, dat zijn uh, mooie dingen. Staat er al een nieuwe trip met een uh, potentiële student op de planning, of wil je dat echt uh, ja, exclusief ik, houden of zo? Ja, ik weet niet. Ik heb wel wat members die, uh, die qua resultaten er wel klaar voor zijn, maar ik moet even kijken hoe en wat. Weet je, laatste tijd natuurlijk uh, veel gereisd en dat soort dingen. Misschien uh, binnenkort in Spanje, we gaan het ja. zien. Hey, waar we het ook al even kort over gehad hadden van, uh, van tevoren, is uh, dat was in Dubai, toen je het, uh, toen het uh, goed ging, toen je daadwerkelijk ook goed voelde dat je besefmomentjes had. Ja. Een uh, paar maanden later ben je ook zelf naar Bali geweest. om ook even uit, uit, de, of uit de business te stappen. Mm. even uit te zoomen. en wat rust te pakken. omdat je dat nodig had. Ja. Um, vertel, wat, uh, wat was er aan de hand in die, uh, in die periode? Ja. Um, hard gewerkt voor een lange periode van tijd. kies je uiteraard zelf voor. Ik heb ook niks te klagen. Alleen op een gegeven moment voelde ik. ik voelde me leeg, man. Ik weet niet wat het was. en dit is, dit is vrij recent. maar op papier heb je alles. Dus je, hebt, je zit in een tof appartement. Je doet leuke dingen. Je gaat het eten. Je gaat naar beachclubs. Je, hebt, je kijkt uit op de Boskely. Je hebt een top appartement. Weet je, alle dingen zijn, zijn tof. Maar toch voelde ik me leeg. Mm -hmm. En um, dat begon een beetje aan me te knagen. Ik heb natuurlijk vier jaar keihard gewerkt. En op een gegeven moment werk je ergens heel hard naartoe. En dan, dan ben je daar. Tuurlijk, ik heb nog grotere doelen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, tuurlijk. En dan denk je: is dit het? Ben ik, ben ik nu echt veel gelukkiger dan ik was. Twee jaar geleden, toen ik dat nog niet had, mm -hmm. weet ik niet. En dat, dan ga je dat soort dingen overdenken. Dus ik denk dat wij altijd denken: van, oh, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Als ik die auto heb, dan ben ik gelukkig. Maar dat blijft steeds, dat blijft steeds doorgaan, man. Daar, daar komt nooit een einde aan. En dat ja, maakte me wel dat ik, ik weet niet, ik had me echt plezier in, in business even een paar weken en ook met, met mijn CEO over gebeld en goede gesprekken gehad. En ja, toen ben ik gewoon, heb ik gewoon besloten om even twee weken naar Bali te gaan. Om gewoon even helemaal uh, uh, te rewinden, zeg maar. Um, gechilled, even uit de bus gestapt. Um, gewoon lekker het scootertje op met het journal... en gewoon even, hey, waar doe ik het nou echt voor? Want op een gegeven moment... Kijk, je eerste 10k per maand is leuk. Maar alles boven 50, 60, 70k per maand profit... gaat niks extra's zo in je leven. Je kan alles doen. Je kan reizen, je kan je familie goed zetten... je kan business class vliegen, je kan een toffe appartement huren... je slaapt in hotels van 1000 euro per nacht. Maar wat, wat zit daarboven? Is dat iets wat mij echt gelukkig gaat maken? Waarom zou je veel, veel, veel verder gaan... Um, wat zou een miljoen per maand voor verschil zijn ten opzichte van vijf ton per maand? In de, mm -hmm. als je, if dat makes sense. En dat is wel iets wat ik mezelf heb af, afgevraagd. En um, ja, waar ik best wel mee heb gezeten, man. Zeker. En wat voor, wat voor antwoorden kwamen daaruit op die vraag die je zelf <tie> gesteld hebt daarin? Sowieso een cliché, maar het is gewoon de journey. Um, en gewoon ook meer tijd met geliefde doorbrengen. Ik ben natuurlijk heel erg op mezelf en aan het grinden. en... Vandaar dat ik ook net terugkom met mijn broertje uit, uit Ibiza. Gelijk geboekt omdat ik wist van hé, dat zijn dingen die ik gewoon meer wil gaan doen. Mm -hmm. um, ik hou niet echt van het woord balans. Maar toch denk ik dat het belangrijk is om je ook te beseffen van ik het even af, maar het kan morgen klaar zijn. Mm -hmm. Dus je kan ergens zo hard naartoe werken, maar dan heb je dat is één dag leuk. Of twee dagen of drie dagen. Maar al die dagen daarvoor, die jaren daarvoor, ga je die dan daarvoor opofferen voor drie dagen? Mm -hmm. Tuurlijk, je moet dingen opofferen. Maar waarom zou je die paar jaar ook niet genieten? Mm -hmm. En dat is iets wat ik me wel heel erg heb gerealiseerd: dat ik gewoon mijn eigen game moet spelen. Niet de game die andere gasten online spelen. Je speelt jouw eigen game. Wat mijn doel is, hoeft niet iemand anders doel te zijn. Wat ik voor waardes en gevoelens heb, uh, daar hoeven andere mensen het niet mee eens te zijn. Het is mijn game. Hoe wil ik mijn game spelen? Pen en papier gepakt. Ik sta nu op punt A. Ik wil naar punt B. Wat is punt B? Waarom wil ik naar punt B? Mm -hmm. Hoe kom ik bij punt B? Als ik bij punt B ben, hoe voel ik me dan? Dus dat helemaal uitgeschreven, nagedacht. Uh, en dat heeft me wel een paar mooie inzichten gegeven. Waaronder gewoon enjoy um, en meer van weet je plannen alsof je voor altijd leeft leven alsof je morgen dood gaat dat principe gewoon ergens mij in de vorige podcast ook gebruikt man gewoon echt gewoon da daar gewoon dagelijks aan denken ja ja het zieke daaraan is wat ik ik heb dit ook in de podcast met de mannen van uh, vrijheid vastgoed besproken uh, zij gaven ook aan van ja waarom zitten wij in deze game waarom zitten wij in de vastgoedwereld tijd voor familie tijd voor gezin tijd voor geliefdes, tijd voor vrienden mm. om gewoon meer tijd te hebben en die op eigen manier te kunnen indelen. Maar vervolgens, als je werkweken maakt van 80, 90 uur. Dan verlies je dus het middel. Of het doel, verlies je uit het oog. En ja. ben je volle bak alleen maar aan het werk. Voor iets waarvan je zegt. Nee, oké, okay, tegen je vrouw. Ja, nee, nee, schat, als ik dit punt bereikt heb, dan heb ik echt tijd voor, voor jullie. En dan wordt het echt rustig. Maar je weet zelf, wat je net ook al zegt: je bereikt dat punt. En je gaat weer door naar het volgende. Nee. En zo blijf je maar heen en weer gaan. En zo verlies je het doel volledig uit het oog. En dat is gewoon het gevaar. Man. Iedereen. Ook met, die, ook met de coaches online. Iedereen roept. Ja, uh, twee uurtjes per dag. Maar die, die coaches. Hoeveel uur denk je dat zij per dag maken? Ja, zet er maar één voor. Ja. Snap je? Weet je? En dat is, het, dat is het probleem. Als je dit gaat doen. Vergeet nooit waarom je het wil gaan doen. En als dat voor jou 10.000 euro per maand voldoende is. Dan hoef je niet 100.000 euro per maand te gaan verdienen. Als mensen op het internet schreeuwen dat dat mogelijk is. Nee. Doe waar je jezelf goed bij voelt. En ga dat gewoon doen. Ja, daar ja, ben ik het helemaal mee eens man. Ik heb het idee dat jij dat wel... Redelijk op orde heb, of ja, man. Ik had het in het begin dat ik daar heel erg ook echt last van van Hé, hey, ik, ik, ik ben nu op een punt, eigenlijk voel ik me best wel goed, maar waardoor is dan het toch hetgene dat ik hongerig ben en steeds, steeds meer wil ja. en natuurlijk, dat wil ik ook nog steeds. Want een jaar geleden heb ik een story gepost met yo 50 abonnees gehaald en uh, yeah. op naar op naar de zoveel, en nu zitten we op 1500 bijna. Ja, weet je, je wilt continu meer. En als ik als je een jaar geleden tegen mij gezegd had, hé, hey, ik heb duizend abonnees gehaald, dan hartstikke top. En je behaalt het, je hebt even een kort moment van, uh, van blijdschap, van momenten, en je pakt hem gelijk weer door. Ja. En aan de ene kant is dat goed. Aan de andere kant is het ook gevaarlijk. Maar qua het stukje financiële heb ik wel zoiets van: oké, okay, ja, ik kan een ton per maand willen verdienen. Maar past dat bij degene die ik wil zijn en waar ik naartoe wil, weet ik niet. Ik ga het wel zien. En als ik op een gegeven moment een bepaald punt heb van. Okay, ik heb dit bereikt, maar ik wil nu echt door. Dan zullen er ook dingen moeten veranderen. En als ik die doorgang dan of die verandering dan doorvoer. ben ik er dan tevreden mee. ga ik ermee door? Dat zie ik dan wel. Ja, ja dit komt ook weer neer op hoe wil je daadwerkelijk leven? Ja, ja. als ik kijk naar mezelf, is er één reden. Echt één reden waarom ik begon, begonnen ben met dit alles. is gewoon vrijheid. Mm -hmm. Alles waarvan ik droomde vier jaar geleden. toen ik op mijn kamertje zat. op die oude Chromebook. op de kamer bij mijn ouders. Alles waarvan ik droomde, heb ik nu. Mm -hmm. Maar dat vergeet je. Ja. want je ziet alweer de next thing mensen denken. Oh. Als ik ook 10k per maand verdien, dan gaat alles veranderen. Je vindt 10k, je ziet een guy, je maakt 100k. Je hebt 100k, je ziet een guy, die maakt een miljoen. Dat is niet de game die je wil spelen. Het is goed om naar mensen op te kijken, weet je, er zullen ook mensen zijn die naar, naar ons opkijken. Mm -hmm. um, maar vergeet niet dat als je hier dan bent, er is weer een guy's weer verder. Die, die game ga je nooit winnen. Dus is dat de game die je wil spelen? Het is goed om jezelf te omringen met gasten die harder gaan, om het maximale uit jezelf te halen maar uiteindelijk moet je niet vergeten wat is jouw why en waarom ben jij begonnen en wat zijn jouw doelen niet de doelen van iemand zegt op het internet oh dit en dit zo moet je gaan leven nee. oh dat moet ik ook doen of Thomas en Daan hebben het nu over dit en dit en dit mm -hmm. doe ermee wat je wil je hoeft niet naar mij te luisteren mm -hmm. het enige wat je hoeft te doen is deze podcast te luisteren lekker te genieten bestek er een paar dingen van op en die implementeer je ja absoluut hey en om om, om uh, terug te pakken op het stukje luisteren waar ik ook wel benieuwd naar ben is mensen zien bepaalde shorts op TikTok of überhaupt het hele generatie uh, Z-verhaal. Ik heb daar laatst ook iets over gedeeld op mijn, op mijn stories. Mensen zijn daarbij ook zo snel gekwetst als je bepaalde dingen roept en zegt. Bijvoorbeeld als jij iets promoot: van hey, deze persoon vindt, uh, verdient zoveel de euro per dag. Waar wacht jij nog op om die stap te gaan maken? Dat iemand zich daarbij gelijk weer gekwetst voelt. Wat is, uh, wat is jouw mening, jouw kijk daarop? Kan je vraag nog een keer iets anders stellen? Kijk. Je ziet heel veel dat mensen zich snel gekwetst voelen door bepaalde TikToks die viraal gaan, door bepaalde shorts op Insta die viraal gaan, omdat er een bepaalde groep wordt aangesproken die het daar niet mee eens is. Hoe ga jij om? Of hoe, hoe kijk jij naar die uh, beweging binnen de samenleving dat iedereen zo snel gekwetst is op teentjes getrapt is. Ik dat denk verkeerde. dat als jij snel gekwetst bent of op je teentjes wordt getrapt, als je jonge gasten een dikke lifestyle ziet leven, dat dat eerder iets zegt over je eigen onzekerheid dan over die gasten zelf. Mm -hmm. Dus ik denk, overal waar jij wat van vindt, zegt iets over jezelf. Het is een reflectie van jezelf. Dus op het moment dat je altijd heel snel op je teentjes wordt getrapt, als jij gasten ziet, ziet flex in, in een Dubai, mm -hmm. dan zegt dat waarschijnlijk iets over jou. Want als je dat niet, jou dat niet uitmaakt, waarom zou dat jou triggeren? Mm -hmm. Dus ik denk dat mensen gewoon lekker op zichzelf moeten focussen. Weet je, de meeste mensen liggen met de hand in de broek, zakje chips, tv'tje en vinden van alles. Maar ja, waarom zou je dat doen? Mm -hmm. Laat lekker gaan, leef lekker je eigen leven. Ik bedoel, ja. nu is altijd alles goed. Waarom zou je zorgen maken om mensen die je geen eens kent? Ja. Ja, dat heb ik ook. Ja, ja dat, dat weet ik nog steeds niet. Ik snap dat niet, man. Ik probeer me altijd in te beelden hoe iets voor iemand zou zijn, maar ik snap niet hoe jij op de bank kan zitten. Je hebt in principe alles voor elkaar. Je hebt een hondje, je hebt een veetje, je hebt een zakje chips. En dat je je zorgen gaat maken om gasten die je online ziet die 0,000 met jou te maken hebben. Ja. Maar ik snap, nou, ik, ik kan daar ook met mijn hoofd niet bij, man. Dat je op TikTok zit of op Insta zit. En dat je een haatreactie achterlaat bij iemand. Ja. Ja. Ik ga daar geen eens over, over zeggen. Nee, nee. Maar goed. Um, wat we vorig jaar ook besproken hebben. Een stukje investering in jezelf. Um, afgelopen jaar heb je daar ook een grote stap in gemaakt. Ja. Uh, in 48 uur een aardige investering uh, gedaan. Dat klopt, ja. Wat, uh, wil je vertellen wat die investering uh, was? Qua hoeveelheid uh, en in wie? Het was iets langer dan 48 uur. was volgens mij 96 uur. Maar. Um... In twee masterminds geïnvesteerd. Totale waarde van uh, 40.000 dollar. Mm -hmm. uh, puur omdat ik weet dat ik er dubbel dwars. Keer 10 keer 100 keer 1000 uitgehaald heb. En ik heb met mezelf aan het begin van dit jaar afgesproken. Oké okay, waar wil ik heen? Wat is daarvoor nodig? Ik wil me meer omringen met grotere gasten. Ik ben heel erg een lone wolf geweest. Lekker op mezelf. En dat is ook allemaal top. Maar dat heeft me tot hier gebracht. Maar als ik naar een nieuw level wil gaan. Moet ik andere acties uitvoeren om daar te komen. Hele simpele verklaring. Mm -hmm. Heel logisch. Wat heb ik de afgelopen jaren niet gedaan? Wat ik wel zou moeten doen. Ik heb nooit 40.000 dollar in mezelf geïnvesteerd in zo'n korte periode van tijd. Wat doe ik nu? Ik doe het wel. Dus ik heb in twee events geïnvesteerd waar ik ook volgende week heen ga. Puur, omdat ik weet dat als ik wil groeien, dat ik me gewoon moet omringen met gasten die veel en veel meer doen dan ik. Die anders over bepaalde dingen denken. Om met hun te omringen. Kijk, hey, hoe staan zij in bepaalde dingen? Um, hoe maken zij keuzes? Hoe luisteren ze? Hoe communiceren ze? En ik weet zeker dat één of twee inzichten uit zo'n mastermind. Uh, kunnen je hele business of leven alweer helemaal omgooien. Mm -hmm. hoe, uh, hoe voelde dat om zo'n investering te doen? Had, had je, voelde je je er oncomfortabel bij? Nee, echt totaal niet man. Nee, nee dus ze moeten groter. Ja. En dat is niet van kijk mij, maar ik, ik, voel, ik voelde niks. Het was van oké, okay, ik heb me geïnvesteerd, nice, ik ga erheen. Uh, maar daarom heb ik ook met mezelf afgesproken van... volgend jaar wil ik eigenlijk wel een six-figure investment gaan doen in iets. Uh, om mezelf gewoon te stretchen. Ga ik dan wel wat voelen? Um, maar ja, we gaan het zien. Ik ga er sowieso superveel van leren. Maar dat is ook gewoon echt een denk ik superpower van de... Van de rich, van de wealthy, weet je wel. Dat ze gewoon betalen voor een seat at the table. Weet je, je wil je met bepaalde mensen omringen. Je kan wachten tot, tot je ze een keer tegenkomt op het station. Maar ja, ze hebben geen tijd voor je. Ze zijn waarschijnlijk geen eens op het station. <laughs> of je kan gewoon betalen om met die gasten te hangen. Mm -hmm. En hoe meer je betaalt, met hoe grotere gasten je gaat hangen... en hoe meer je gaat leren. That's mm -hmm. it. Dat is dat hoe deze game werkt. En het mooie van de game waarin wij, wij leven... is je kan zo makkelijk kan je toegang krijgen tot grote namen in de scene. Als je maar betaalt. Ja, maar ik heb geen geld. En dat is dus juist de reden dat je het wel moet doen. Omdat je geen geld hebt, je moet, je moet level up. Je kan niet nu vandaag de dag 20, 25 zijn en broke zijn. Er zijn zoveel 20, 25-jarigen die gewoon kaart aan het knallen zijn. En jij zit daar te scrollen en je af te vragen waarom het hun lukt en jou, jou niet. Omdat je niks doet. Mm -hmm. Omdat jij niet die stap durft te maken. En het hoeft niet gelijk 40.000 euro in jezelf te investeren zijn zoals ik doe. Begin met 500, begin met 1000, begin met 2000. En bouw het gewoon zo op. Maar mensen moeten daar die kracht van zo, mensen moeten daar die kracht van kennen. van Wat gebeurt er als je in jezelf investeert? En hoe meer je in jezelf investeert, hoe groter die commitment is ja, en hoe meer je eruit gaat halen. Mm -hmm. En dat stukje oncomfortabel uh, voelen, wat je dus uh, niet, niet gevoeld hebt, eigenlijk helemaal niet. Je had er geen emotie bij of iets in die richting. Hoe is dat uh, in het algemeen, los van die investeringen? Heb jij sowieso snel dat je ergens van onder de indruk bent? Of ben je vrij stoïcijns en emotieloos in bepaalde dingen? Van, kun je er heel rationeel naar kijken? Goeie vraag. Ik denk heel rationeel. Um, voor mij is het ook niet... Het zijn ook geen kosten voor mij. Het is gewoon een investering. Ik weet alleen dat die 40k die ik nu heb geïnvesteerd... die komt er misschien niet over een maand uit. Misschien niet over 12, maar misschien over 36. Maar hij komt. Mm -hmm. Dus zo kijk ik er heel erg naar. En ik heb daar een hele abundance mindset in. Van oké, okay, betaal nu wat. Komt wel goed. Weet je, ik kom daar ook niet om te halen. Ik kom om te geven. Weet je, als ik daar andere mensen kan helpen... Kom naar een waarde te geven. Ik ga niet naar een event en waarde uit mensen trekken. En hoe heb jij dit gedaan, dit gedaan? Ik ga mijn experiences delen die mij hebben gebracht waar ik nu ben. En dan komen de toffe dingen vanzelf naar me toe. Mm -hmm. Connect je vanzelf met de juiste gasten. Dus dat is ook wel iets wat ik, wat ik vaak doe. Ik kom gewoon echt om te geven. Um, ik ga niet naar een etentje toe en ik ben alleen maar aan het woord over mezelf aan het, aan het lullen. Maar ik probeer te kijken: hé, hey, waar kan ik waarde geven? Hoe kan ik mensen van dienst zijn, mensen helpen? Trek je vanzelf de juiste mensen aan. Kan je connecten en, en zo bouw je gewoon toffe relaties. Maar ja, dat is ook wat ik bij jou vaak zie. Um, jij bent ook communicatief sterk, mm -hmm. dat is ook iets wat jij, denk ik, beaamt. Van oké, okay, je wil waarde geven in plaats ja. van alleen maar dingen uit mensen trekken. Ja, je moet sowieso waarde geven. Je kan niet alleen maar halen, 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 want dat op een gegeven moment houdt dat ook op. Ja, um, je, ook met podcastgasten. Kijk, je moet iets te bieden hebben. En uh, voor jou kan het zijn: Weet je, nu uh, zitten we hier. Je hebt exposure, mensen kunnen je beter leren kennen, uh, en vanuit daar eventueel. Uh, ja, wat een traject afnemen of iets in die richting, dat is een mogelijkheid. Het hoeft niet. Het kan allemaal omdat ze die laatste zet, stap of die duwende rug misschien nodig hadden. Mm -hmm. Maar ook voor mensen content, weet je. Het is zo, mensen willen gewoon graag shorts hebben. Uh, ze willen exposure hebben op bepaalde kanalen. Ja, dat, dat kunnen wij bieden. En nu helemaal, nu we aan het groeien zijn. We zitten op uh, anderhalfduizend abonnees. Ja, dan wordt het ook steeds interessanter voor gasten om te komen. En natuurlijk, bij de echt grotere namen, kan het ook met een gunfactor te maken hebben dat ze jou iets gunnen. Ja, ik gun het je wel, man. Ja, maar als je, uh, als je hun ook gewoon slim, uh, en daar bedoel ik niet mee achter de, achter de elleboog, helemaal niet, maar gewoon slim uh, de relatie onderhoudt en ervoor zorgt dat je. Als iets meegeven waar ze aan terug kunnen denken. Of weet ik veel, iets in die richting dan hebben. Zou ook zoiets van, oké, okay, nou weet je, Daan, toffe gozer. Als ik ooit iemand heb in mijn netwerk die het ook leuk zou vinden om aan te schuiven. Ja, dan heb... En zo creëer je gewoon een ja. sneeuwbouw effect, man. Ja. Maar je moet wat, inderdaad, wat hebben om te geven. En niet alleen maar handje ophouden en, en ophalen. Nee, want dat handje is op een gegeven moment vol. En iedereen is daar op een gegeven moment klaar mee. Je moet geven. Alles wat hier om ons heen gebeurt is geven. Ja. Um, de, de man die nu het geluid regelt, die provide ons iets met geluid. Nou, Peter. En, en, wij, uh, en, wij, en wij betalen hem. Zo gaat het gewoon. Ja. De guys die hier buiten staan, die de content regelen, weet je, die geven ook weer waarde. Alles draait om waarde. Ja. Uh, zolang jij waarde gaat leren begrijpen, in wat voor vorm dan ook, ga je een goed netwerk kunnen bouwen, ga je nooit meer wat geld kunnen verdienen, en ga je gewoon een tof leven leiden. Gewoon ja. waarde, heel simpel. 100%. Ook met de jongens die buiten zitten, Inderdaad waar je het over hebt, waar we mee samenwerken. Uh, met Sammy en, uh, Sammy en Benny, dat is het duo waar ik mee, uh, wel, mee, mee, mee samenwerk. Die gasten die hebben wij, uh, heb ik van tevoren ook veel gegeven. Ze hebben mij ook veel teruggegeven. En zo hou je gewoon continu die win-win situatie. Dat, ze allebei, dat we alle drie willen dat het, dat het programma, dat het platform gaat groeien. En dat we er alle drie op een gegeven moment op de lange termijn iets moois uit gaan halen. Maar dat is wel omdat je elkaar eerst dingen gunt. Ja. Zowel zij gunnen mij wat en ik gun hun wat. En ze worden beter in het werk wat ze doen, waardoor ze ook weer nieuwe klanten en betere uh, shit kunnen aanleveren. Ja, zeker. En dat gebeurt weinig, man, tegenwoordig in de westerse wereld. Gewoon free goodwill. Ja. Wie doet nog wat zonder iets meteen terug te krijgen? Maar dat is, ge dat is ook generatie, man. Ik zweer het je, man. Ja, ja 100%. Als je nu tegen een jongen zegt van uh, van 14 of 15, joh, gaan de afwas staan voor een paar euro per uur, dan zegt ze ja, ik ben gek, zie al die gasten online. Mm. Zo werkt het gewoon. Ik denk echt dat dat een groot probleem gaat worden, man. Vroeger, toen ik. Uh, ik, ik ik heb ook altijd O, oh, schrapt. Ja, nee, Maar zo is het toch. Weet je, ik denk Sorry. echt van. De jeugd is in bepaalde dingen echt wel een beetje verziekt, man, door alles wat er gaande is. Ja. Ja. Niemand is meer bereid, uh, een beetje met die delayed qualification, om nu het werk ergens in te stoppen. En pas ja. over twee jaar resultaten te zien. Ja. Je doet tien push-ups, je hebt geen chest. Je doet het drie maanden lang, klein beetje. Je doet het twaalf maanden lang. Hé, hey, hoe heb je dat gedaan? Ja. 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 ja mooi is dat, man. En ja, wat vertel eens even, wat voor een schema gebruik jij tegenwoordig? Ik zie daar. Onder het oversized shirt. Zien. Onder het oversized shirt. Ja, ik, heb weer, uh, ik ben weer aan de gang gegaan met een personal trainer man. Lekker, het was, uh, ik was een beetje lekking in de gym, maar ik had weer echt even een uh, schop onder mijn honden. Ja, kijk, commitment hebben we weer. Ja, ja, want nu moet je wel. Want je kan, weet je. Hoe, het, het is echt kut als je een, een doel afspreekt met je PT'er. En uh, je kan dat niet nakomen doordat je gewoon niet je shit op orde hebt. Nee. En uh, ja, daardoor heb ik hem weer ingeschakeld, man. Elke cent waard geweest zo Eerste maand weer een beetje begonnen nu. Ja, elke, maar ook gewoon, je voelt je beter. Je bent aan het groeien. En dat is wat uh, Hormozio ook vaak zegt. Uh, groei staat gelijk aan geluk. En dat is wel echt gelijk wat je merkt als je ja, die sportschool instapt en vervolgens ook weer uitstapt. Ja, ja, dus wat jij nu hebt gedaan is ook weer gewoon een commitment. Dus oké, okay, ik wil een goed fysiek, ik kan iets willen, maar ja, die, die motivatie, het gaat even niet lekker. Mm -hmm. Up, ik investeer geld, die guy staat daar, je moet. Mm -hmm. En dan komt het vanzelf. Wel. Mensen denken ook van, ik wacht tot ik motivatie heb, maar eerst moet, je moet eerst beginnen en dan komt die motivatie vanzelf. Ja. En dan zet je hem op naar discipline. Ja, man, absoluut. Ja, want motivatie is inderdaad, is niks. Komt, gaat. Nee. Discipline is waar het op valt en op staat. Nee. Ik, heb ook, ik heb ook een paar woorden die ik gewoon binnen mijn team, als we het toch over het team hebben als ze hem even terugpakken, mm -hmm. die, ik, uh, die ik ook niet wil horen. Dat is één motivatie, ik hou niet van motivatie. En het tweede is ook probleem. Als iemand in de, in de chat zegt: we hebben een probleem, <laughs> nou, dan heeft de één iemand een probleem. <laughs> hey, maar, <laughs> ik, ik, ik probeer het gewoon te framen naar uitdagingen. Mm -hmm. Dus we hebben letterlijk gewoon members van 16 en die sturen ons bericht in Discord. Hey, ik heb een uitdaging. Zo'n andere mindset: van, hey, we hebben een uitdaging, we gaan het oplossen. In plaats van oh, we hebben een probleem, we komen ergens niet uit. Mm -hmm. Dus dat zijn ook belangrijke dingen om echt, als we hem heel even terugpakken op teambuilding, omdat ik denk dat dat voor iedere ondernemer gewoon super waardevol is, dat je duidelijk aangeeft hoe jij wil dat er gewerkt wordt vanaf dag één. Mm -hmm. Dat daar niks uh, aan het toeval uh, wordt overgelaten. Ja. Hey, wat ik echt bewonderenswaardig vind zijn die kleine dingetjes hier ook in wat je vertelt over het stuk ondernemen en jouw kijk daarop. Uh, je, vanuit huis heb je natuurlijk ook uh, een, een moeder gehad die, die, die ondernemster is. Uh, wat zijn vanuit daar lessen die je vanuit haar gewoon echt hebt meegekregen, waarvan je denkt, oké, okay, door de bepaalde zaken in mijn opvoeding heb ik echt wel een andere kijk op dingen dan de meeste mensen op dat moment van mijn leeftijd hadden ja. of hebben? Nou, toen ik, toen ik echt wat uh, jong was, toen uh, was ik nog niet aan het ondernemen. Maar ik heb een paar dingen geleerd die ik toen verschrikkelijk vond, waarvan ik echt dacht, man... Waar ik nu heel dankbaar voor ben dat dat zo, dat dat zo is gelopen. Uh -huh. En dat is bijvoorbeeld ook. Stel je voor, het is lekker weer. Het is vandaag 26 graden. We gingen met onze vrienden naar het zwembad. Hé, hey man, mag ik een tientje voor een ticket en een frietje? Nee. Mam, kom op. Iedereen krijgt wat? Is nou een tientje? Nee. Regel zelf maar. Maar dat soort kleine dingen. Daar kon ik toen echt niet tegen. Iedereen kreeg dat kaartje. Gewoon hier heb je tientje. Ga maar wat halen. Ik moest dat van mijn eigen geld. Doen. Ik dacht, man, wat, wat flauw. Wat is 10 euro nou voor jullie? Uh -huh. En nu begrijp ik waarom ze dat heeft gedaan. Omdat. Als je iets wil, moet je zelf keuze maken. Hey, ga ik dat tientje nu uitgeven aan het zwembad? Of spaar ik het en ga ik het later ergens anders aan uitgeven? Dus dat soort dingetjes heb ik wel echt meegekregen. Um, en gewoon nieuws niet kijken. Man. Wij keken nooit nieuws thuis, nog steeds niet. Um, het domste wat je kan doen. Als je dagelijks het journaal, journaal kijkt. Of als jij een RTL-app hebt op je telefoon. Je hebt meldingen aanstaan. Dan weet je gewoon, dat is echt drie keer niks man. Waarom? Waarom is dat drie keer niks? Het nieuws is eenmaal propaganda, het is angstzaaierij... het zijn dingen aan de andere kant van de wereld waar jij op dit moment niks aan kan veranderen. Ja, maar Thomas, het is toch belangrijk, wat er speelt in de wereld, de belangrijke dingen krijg je toch wel mee. En van wie wil je ze mee krijgen? Denk je nou echt dat, dat iedereen kijkt het nieuws, dat ze jou echt precies de waarheid gaan vertellen? Ik bedoel, als iemand iets goeds heeft gedaan, zie je dat nooit op het nieuws. Maar als er een of andere brand is in het noorden van Canada, wat echt ver weg is, waar je echt niks mee te maken hebt, wordt dat weer laten zien. Mm -hmm. Alleen maar negativiteit. Waarom? Omdat wij als mensen veel meer kicken op negativiteit. En allemaal shit, dan sensatie. gewoon positief, dan een sensatie. En daar verdienen ze geld aan. Mm -hmm. dat, dat is hoe het werkt. Alles wordt geframed, ik hoef het niet te zien. Het is negativiteit, je zit heerlijk in je vel, staat lekker op, bak je koffie, je hebt gespoord. Zet het nieuws aan, je zit kut in je vel omdat je allemaal problemen ziet. Het ja. heeft echt totaal geen zin. Ik denk echt dat de gelukkigste mensen in de wereld het nieuws niet kijken. Denk ik ook. Je hebt ook van die clips toch, waar, ze, waar je ook ziet dat alle... Nieuwslezers, echt honderden verschillende, allemaal hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde tekst opleveren. man. Ja, bizar. Ja ook niet toch? Nee, ik kijk, nee, 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 nee. Ik, kijk, ik kijk ook geen nieuws man. Nee, ook om die reden. Ja, ik zie dingen waar ik er niks mee te maken heb. En waar ik niks aan kan doen ook. En het is inderdaad met name negativiteit. En dat is ook het puntje wat, uh, dat hoorde ik van de week ook in uh, een stukje. Van de uh, Lotgenoten podcast met, uh, met uh, Crypto Stash, een stukje van geluisterd. zei ze ook van ja, uh, ze vinden het niet leuk om te zien hoe mensen goed met elkaar gaan en een gesprek hebben over onderwerpen waar ze niks van begrijpen. Maar ze vinden het leuk om influencers met elkaar op Insta te zien. Te zien bekvechten en te zien ruzieën. Iedereen wat jij net zegt, houdt van sensatie. Of het nou op die manier is, of het is nou nieuws. Wat de aandacht trekt. En dat is inderdaad propaganda. En mensen, maar ja. Uh, onderwerpen naar een slingeren waar ze eigenlijk niks aan kunnen doen en in ja. Meegezoogd worden. Ja. En in eerste instantie was het meer dat ik het nieuws niet keek van het huis en omdat ik had geleerd van het is alleen maar negativiteit. Maar sinds, uh, sinds de ozo gevaarlijke griep waardoor de hele wereld op slot ging, ben ik echt aan het inzien van joh, dit is echt de grootste cap ooit gewoon. Ja. Het is echt gewoon, het is zo, het is gewoon, het slaat gewoon echt nergens op. Het is, het is voorbereid en ik heb geen zin om helemaal erover gaan hebben wie dat dan doet en. Maar het is gewoon, het heeft nul zin om te kijken. Als jij nu gewoon heel vaak het nieuws kijkt. Probeer één keer gewoon een maand lang een detox te doen van het nieuws. En kijk wat het doet met je energie. Mm -hmm. En met je gemoedstoestand. Ja. Het is ook wel een beetje oudere generatie denk ik man. Die elke dag nieuws checken. Ja. Denk ik. Ja. En als je daarin mee wordt genomen omdat, je, omdat het normaal wordt gezien. Hoort van hé, hey, geen nieuws checken. Dan kun je dat ook wel weer aanpassen. In je... Ja zeker. Maar ik denk dat met het nieuws kijken wordt er ook heel erg geframed dat er één waarheid is. Leren we op school. Ja. Er is ja. één antwoord goed. Leren we het nieuws. Dit is hoe het is gegaan. Maar kijk eens naar de andere kant van de munt. Het is niet zo gegaan. Mm -hmm. Weet je? Um, ook in die tijd van, van, van de griep, werden er in Amerika beelden laten zien van oh, dit is in Amerika ziekenhuizen vol. Waren beelden uit Italië, zeg maar, om maar kleine dingen te laten zien. Dus op het moment dat jij zo geframed wordt, je gaat naar school, er is één antwoord goed. Hup, je hebt een ander antwoord, of je bent op een andere manier bij het antwoord gekomen. Niet goed. Gaat om de berekening. Mm -hmm. Je ziet het nieuws, er is één antwoord goed. Dan beperk je je mindset zo erg voor de rest van je leven. Terwijl er zijn meerdere waarheden. Ook wat wij nu zeggen, misschien kom ik er over drie jaar op terug. Hey Thomas, dit zei je toen over teambuilding. Hmm. Maar als je altijd maar denkt: er is één ding goed. Wat het nieuws zegt, dat is waar. Leef je zo'n scarcity mindset. En scarcity mindset is scarcity life. En wil jij een scarcity life? Of wil je een life met abundance, overvloed, waar je de dingen kan doen die je wil doen? Um, en dat is gewoon allemaal waar het bij begint. Dus als je nu het nieuws kijkt. Probeer er gewoon een paar weken mee te stoppen en kijk wat het met je doet. Ja. Wat je net ook benoemde, was een stukje uh, school. Dat je beperkt wordt met, uh, met één keuze is juist. En als je iets fout hebt, dan word je gestraft. Jij hebt natuurlijk ook twee jongere broertjes, uh, die ook nog op school zitten. Hoe, uh, hoe kijk je daarnaar? Naar het schoolsysteem. Ja, het huidige schoolsysteem. Ja. Ik denk dat het schoolsysteem um, aan alle kanten kraakt. Mm -hmm. Het klopt niet. Het klopt gewoon niet ten opzichte van, kijk, school is eigenlijk. Je wordt klaargestoomd voor de echte wereld. Maar zoveel dingen die je op school leert. Die ga je niet nodig hebben voor de echte wereld. En zoveel dingen die je nodig hebt voor de echte wereld. Leer je niet op school. Dus het klopt niet. Je wordt gewoon opgeleid voor een simpele werknemer. En natuurlijk die hebben we als maatschappij ook nodig. En die respecteer ik super erg. Maar er zijn heel veel dingen. Heel veel problemen die nu gaande zijn in de wereld. Die voorkomen hadden kunnen worden. Door de juiste educatie op school. En dan heb ik het echt niet over dat je op school moet leren. Hoe je een business start. Want dat moet je lekker zelf weten. En ik snap ook dat het erop gericht is. Um, dat je leert om een werknemer te worden en gewoon standaard dingen. Maar er mist gewoon superveel. Bijvoorbeeld, hey, één antwoord is goed. Um, je mag niet samenwerken. Hey, niet, niet samen overleggen voor een toets. Je moet dingen alleen oplossen. Ze willen dat jij voor jezelf denkt, dat je niet met andere mensen gaat overleggen. Ze willen je gewoon. Ja, ze willen gewoon heel veel individuen. En uh, dat is waar het dus op is gericht. En heel veel mensen hebben dat niet door. Je zit op de basisschool. En wat zeggen ze in groep 8? Oh, als je straks op de middelbare school zit, dan is dit echt heel belangrijk hoor. Zeker op de middelbare school. Ja, als je straks naar de bovenbouw gaat, dan moet je dit wel echt weten. Dat is daar super belangrijk. Ben je op de bovenbouw? Ja, als je straks naar het uh, HBO gaat, is dit super belangrijk. En dan, weet je, het gaat elke keer zo door, maar denken mensen daadwerkelijk echt na van: wat ga ik hier aan hebben? Zeker met het kiezen van de opleidingen. De meeste mensen kiezen een opleiding omdat die breed is. Ah, Kan ik alle kanten nog op? Welke fucking kanten kan je op? Wat wil, wat wil je? Doe je dat omdat jij dat echt wil? Omdat je echt alle kanten op wil? Of omdat je ouders dat zeggen en je vrienden ook die kant op gaan? Mm -hmm. En voor je het weet, ben je 26, heb je een studieschuld, verdien je 3k per maand, heb je twee kids, ga je het moeilijk krijgen? Omdat je altijd maar ja hebt gezegd. Ah, komt volgend jaar wel, volgend jaar. Ben je 26? Als dat is wat je wil, go, go for it. Respect mm -hmm. voor. Maar heel veel mensen die zijn 30 en die denken, fuck, wat heb ik gedaan? Mm -hmm. En dat komt omdat de keuzes die je vandaag maakt, daartoe leiden. Mm -hmm. Hoe probeer jij daar je, je, je broertjes ook uh, de andere kant van de medaille te laten zien? Dat ze dus ook los van het schoolsysteem, wat jij vindt wat aan alle kanten kraakt en waar ik het ook mee eens ben. Hoe probeer je er voor hun voor te zorgen dat ze dus ook de lessen van de harde wereld, waar je het over hebt, dat ze die ook meekrijgen op de juiste manier? Um, ja, dat, begint, dat begint heel simpel. Ik ben natuurlijk laatst met mijn broertje op Ibiza geweest, een paar dagen geleden. Mm -hmm. Probeer hem daar wel dingen mee te geven. Dus hé, hey, we hebben een ontbijtbuffet daar, joh, we gaan eerst trainen. Je moet eerst werken voordat je jezelf mag belonen. Weet je? Dat soort kleine dingen. Hmm. Maar ook wat betreft school. Van, hey, heb respect voor de juf, voor de meester, voor meneer, mevrouw. Um, luister goed, maar weet ook dat er meer is dan dat. En dat de juf iets vindt, dat is niet de waarheid. Dat is de waarheid van de juf. Dat is niet de waarheid van de wereld. En ik heb aangegeven hoe ik over bepaalde dingen denk. Ze denken heel erg positief. Ze denken in overvloed. Ze zullen niet snel klagen. en dat soort dingen die ze op school meekrijgen. Dus bepaalde dingen negeren ze. Um, maar ja, je moet het natuurlijk wel een bepaalde basiskennis hebben. En dat is oké. Okay. Alleen, um, ja, de juf is de juf. Weet je, als je naar de juf luistert wat de juf zegt, word je zoals de juf. Wil je zoals de juf zijn? Nee. <laughs> Denk ik. Tenminste, mijn broertjes niet. <laughs> nee. Oké. Okay. Ja, dat, zijn, dat, dat, dat stukje buffet vind ik ook interessant, man. Eerst hard werken en dan... Ja. Dan mag je vreten en uh, eten wat je. Kijk, we zijn al op Ibiza. Alle luxe autootje, open dak, luxe hotel, vijfsterrenhotel, hotel, dat soort dingen. Maar ook dan um, geef ik hem mee. van joh. Dit heb ik niet bereikt door dit en dit te doen. Dit heb ik bereikt door jarenlang hard te werken. omdat mm -hmm. ik dit super graag wou. Mm -hmm. um, ik heb hem AirPods cadeau gedaan. Niet omdat ik wil dat hij naar leuke muziek gaat luisteren. Maar ik heb gezegd. Je mag die Airpods, ik geef ze aan je, maar wat ga je luisteren? Deze podcast. Deze podcast, <laughs> mijn podcast. Puur omdat ik weet, ik wil me gewoon educaten. Ik wil hem laten zien wat er mogelijk is. Dit is niet mogelijk geworden door slappe keuzes, een beetje half meegaan om een luie reet zitten. Dit is ervoor gekomen dat ik voor mezelf heb gekozen en keihard uh, aan de bak ben gegaan. Mm -hmm. En ik zeg niet tegen de jongens dat ze nu op een dertiende en 15e uh, niet meer met vriendjes mogen omgaan of wat dan ook. Maar ik laat ze wel inzien van hey, de keuze die jij de komende jaren gaat maken. Die gaan wel invloed hebben op je toekomst. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat ijzersterk is, man. Dat je ze ook gewoon laat inzien wat je zegt. Uh, de dingen die, die je met hun kan doen. Dat dat ook niet komt van de standaardkeuzes. En dat je er gewoon hard voor gewerkt hebt. dat dat ook niet normaal is, zeg maar. Dat ze er ook niet vanuit moeten gaan dat iedereen die in hun klas zit zulke dingen kan doen. Maar dat dat komt door bepaalde keuzes die je moet maken. Die andere mensen niet durven te maken. Ja, ja zeker. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Om Mensen zien een resultaat. Maar daar, daar leer je niet zoveel van. Je ziet ons hier zitten, of je, je ziet dan straks een, een vlog in die pizza, je ziet dat, daar leer je niet zoveel van. Mm -hmm. Maar waar leer je wel van? Welke lessen, welke keuzes hebben die mensen gemaakt om daar te komen? Daar leer je zoveel meer van, van die journey, dan alleen kijken naar het eindresultaat. Want het enige wat je ziet is een leuke lifestyle. Maar wat, wat leer je daarvan? Daar leer je helemaal niks nee, van. Dat is het eind, dat, dat is het. Weet je, iedereen ziet ook podcast, iedereen ziet. Uh, de gesprekken zelf maar en ook met jij, wat jij hebt met, met het resultaat wat je behaalt. Maar niemand ziet de dingen die ervoor gedaan moeten worden om dat ook daadwerkelijk te bereiken. En dat doe je zelf aan mee, want je laat alleen maar het resultaat zien. Maar mensen boeit het ook niet hoe het eraan toe gaat als je er volle bak in gaat. Het, ze vinden het leuk om sensatie te zien, om de gave dingen die je kan doen te zien ja. en het eindresultaat van bepaalde dingen te zien. Ja, en als er dan van al die goede dingen, en er is één dingetje waar ze even iets op kunnen zeggen, dan wordt dat eruit gepland. Absoluut. Dat is hoe de wereld ja. in elkaar zit. En ik kreeg trouwens laatst een vraag uh, via DM. Die vond ik ook wel interessant. Van, hey, uh, zou jij je kinderen later in rijkdom laten opgroeien? Iets, iets in die richting, een Instagram Q&A. En toen gaf ik ook aan van, of oh, iemand vroeg, zou je later je kinderen laten opgroeien in Dubai? Hmm. Nee. Voor nu, de fase in mijn leven waarin ik nu zit, is het top. Maar daar ga ik niet mijn kinderen laten opgroeien. Weet je, ik zei ook gewoon van. Later, mijn kids, die gaan gewoon lekker voetbal in de modder met blote handen ja. en die lopen gewoon naar huis in de regen. Ja. het is kort in zo'n kwartiertje lopen. Ik kom ze niet halen, ook al, sta, ook al staan er drie bandies voor de deur. Ik kom ze niet halen, ze lopen gewoon naar huis. Dat is gewoon hoe je, hoe je, hoe je hard wordt. Ja. Je kan alleen maar handjes vasthouden, maar dat is weer wat ik net zeg. Ik wil mensen, mijn broertjes, mijn toekomstige kids klaarstomen voor de echte wereld, niet niet voor dat halve slappe gedoe, want dan krijg je dus wat deze generatie is. En dat, maar dat is het echt met deze generatie, man. Het is allemaal zo makkelijk, comfortabel. Uh, het is allemaal zo. Het wordt, het leven wordt alleen maar makkelijker. Ik zie kinderen van van twaalf op een elektrische fiets. Ja. Ja. Ik zweer het je. Op zo'n, op zo met zo'n bepaald model met van die dikke banden en een elektrische fiets dat ik denk. Ja. Zo, daar word je niet, uh, daar word je niet harder van, of daar, daar, daar ga je niks aan hebben. Het is ja, leuk, maar. Jij fietsen naar Zutphel op een eenwieder? <laughs> ja, zonder stuur. <laughs> zonder stuur, zonder helm. Ja, met een zware rugzak. Ja. Die werd niet gebracht. De papa nee, malla. ik moest ook fietsen, man. Altijd 14 kilometer in en weer. Ja, dat was echt. 20 tegen. Heuvel op. Ja, zie maar. Ja, maar dat heb ik ook met kids die ik. En dat is misschien nu makkelijk om te zeggen, want ik, ik ben de komende jaren niet van plan om, om kinderen te krijgen. Maar soms zie je kinderen die huilen. En die krijgen gelijk een iPad of in een restaurant van ja, oké, okay, dan zijn ze stil. En ik snap het, want als jij als, als ouders in een restaurant zit, is het laatste waar je zin in hebt een jankend kind. Ja. Maar aan de andere kant, wat voor een les geef jij je kind dan mee? Van hé, hey, als je als jankt, als je zeurt, dan krijg je iets. Of dan krijg je iets comfortabels. Maar in het echte leven is het als je jankt of zeurt, moet je juist iets anders gaan doen om, om daar vanaf te komen. Dus dat is ook waar ik me een beetje zorgen om maak. Zie ik de kids van zes lekker in zo'n zo buggy zitten en met een iPadje. denk zo, leuk, leuk. Maar wat gaat dat over tien jaar doen? Wat gaat het over twintig jaar doen? Wat voor een les geef je je kids mee? En dat is ook, kijk, kinderen kan je heel makkelijk dingen leren. Mm -hmm. Stel je voor, ik wil uh, een, een klein kind van acht wil Spaans leren. Die gaat twee maanden, gaat hij met Spaanse mensen om of kindjes en boekjes lezen, die spreekt vloeiend Spaans. Dus wat jij kinderen meegeeft, heeft zo'n grote invloed op wat er later gaat gebeuren. En als je kijkt wat er nu aan kinderen wordt meegegeven, bijvoorbeeld uh, transgender WC's op een super normale middelbare school, ja. ik wil gewoon eens weten wat er over tien jaar aan de hand is en. Ja, ik leef in het nu en ik heb me ook geen zin om zorgen te maken. Maar ik vind dat echt, nogmaals, het maakt mij niet uit of je, of je uh, homo bent of trans of wat dan ook. Maar het wordt zo in je gezicht gegooid en wordt zo'n ding van gemaakt. En iedereen moet het weten. En het is het uitlokken en zo, dat verslaat het op. Doe ja. even normaal. Het zijn kinderen van 13. Ik zag daar laatst ook een super inspirerende of super pakkende. Short van, van, van Igor Beuker. Die vertelde ook, kinderen mogen tot een bepaalde leeftijd, bepaalde leeftijd niet roken, ze mogen niet drinken. ze, mogen, ze mogen, bepaalde andere dingen mogen ze niet doen. Ze moeten letten op eten, ze moeten dit, ze moeten dat. Maar als een meisje van twaalf of een jongen van twaalf zich anders voelt in zijn lijf, omdat het het gevoel heeft dat het een meisje is. Dan, 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 dan mag wel van alles losgelaten worden. En dan, dan wordt er wel alles op alles voor gezet om om die persoon ja. goed te laten voelen. Maar ja. dat, is, dat en over tien jaar hebben ze er weer spijt van. Dan denken ze van, nou, ah, misschien was ik geen trans, was ik alleen homo, waar niks mis mee is. Maar wat je zegt, laat kinderen eerst gewoon achterkomen wie ze zijn, ja. wat ze willen. Laat kinderen kind zijn. Ja, daarvoor ben je een kind om jezelf te ontdekken. Ja, absoluut. En alsof je op je twaalfde bent uitgeleerd. Z ja. Zelfs wij zijn nog aan het leren. Maar dat is wel, uh, ja, want waarom, waarom vind je dat, waarom vind je dat gevaarlijk? Waarom ik dat gevaarlijk vind? Ja. Nou, ik vind dat je dan bepaalde kinderen zo programmeert nu al. En het gevaar is dat mensen, dus, dat, dat kinderen op hun twaalfde niet nog volledig voor zichzelf kunnen nadenken. Uiteindelijk moeten ze ondersteund worden in bepaalde keuzes. En want over tien jaar, wat ik zeg, kunnen ze er spijt van hebben. Ja. Nou, dan, dan, dan is dat te laat. Dan moeten ze weer terug. Weet je wat dat doet met het lijf? Ja, dat is abnormaal, man. Dat kan niet. Ja, en nu we het toch over dat onderwerp hebben. Ik weet niet of je dat filmpje had gezien van, van een guy in Londen. Die moest uh, vlaggen van Groot-Brittannië ergens vanaf trekken mm -hmm. uh, om een, uh, een regenboogvlag op te hangen. En toen werd hij gefilmd van, yo, wat, door iemand die er tegen was. Van, joh, wat, wat, wat ben je aan het doen? En toen zei hij, dit is ook niet wat ik wil, maar ik moet. Dit is mijn opdracht. Dus dit is, hij, hij, wer, hij, heeft, hij heeft een werkgever en die zegt, joh, jij gaat die vlag ophangen. Dat doe je. Dus mensen denken niet meer voor zichzelf na. Mensen die denken, ja, als ik die vlag nu niet ophang, verlies ik mijn baan. En dat is wat precies wat ze ook deden een paar jaar geleden. Hé, hey, als jij geen prikje hebt, dan mag je daar niet heen. Tuurlijk neem je dat prikje. Wat, dat is wat iedereen denkt. I niemand denkt meer logisch na. Iedereen doet iets omdat die dat zegt. Maar ja, waarom zegt diegene dat? Er zijn twee zitten twee kanten aan een muntje. En mensen doen dingen omdat andere mensen zeggen dat ze ze moeten doen. Maar wat wil jij? Waar sta jij voor? En als jouw baan je meer waard is dan je intrinsieke waardes. Ja, dat is best wel sneu. Want aan de ene kant snap ik het wel. Die man heeft ook gewoon een gezin te voeden. Ja. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk gewoon echt verschrikkelijk. Als je daar niet achter staat en achter al die propaganda en weet ik allemaal maar wat. Dat je dat wel moet doen. En dat is één voorbeeld. Maar dat gebeurt natuurlijk extreem veel. Dat mensen bang zijn om iets kwijt te raken. Dus doen ze maar de dingen die ze doen. Maar waar sta jij echt voor als persoon? En ik denk zeker als man zijnde. Zeker vandaag de dag dat het extreem belangrijk is dat jij uh, leeft naar je eigen waardes. En dat, dat jou echt sterk maakt als man. En dat je daardoor ook een, een goed voorbeeld kan zijn. Voor bijvoorbeeld broertjes, voor bijvoorbeeld je kids. In plaats van alleen maar meegaan in die, in die sleur en doen om wat dingen doen. omdat iemand anders dat vindt of zegt. En het angstige daaraan is, is natuurlijk dat het al op zo'n jonge leeftijd erin ge, ge, gepompt mm. wordt. gewoon letterlijk van uh, kinderboeken op school in groep 2. zag ik laatst wat Jezus, van voorbij komen. Dat is, dat is uh, echt verschrikkelijk. Over, de, over seksuele voorlichting of zo. wat er al in verwerkt ja. wordt in een soort. Uh, Kinder, kinderblad, ja, dat is. Dat, dat, waar slaat dat op? Ja, maar met, ne met Nederlandse schrijvers. Iets van: hé, uh, ja. uh, hey, zo uh, voer je een, uh, doe iets oraals voor een kind ja, van, is, van, van, van zes. Ja, en dat, dat, dat ligt gewoon in, in bibliotheken en zo. Wie heeft dat ooit goedgekeurd? Dat is bizar. Ja, dat snap ik ook geen hol van. Ja, ik ben blij dat ik er niks van begrijp, want ik wil daar ook echt niks van begrijpen waarom nee. dat goedgekeurd wordt. Laten we het ook niet te lang over hebben, want de nee. podcast online al lang <laughs> Inderdaad. Dan moet je je logo veranderen met zo'n zo regenboogvlag achter je. Hand. Ja, nou, van zo lang zal ze leven niet. <laughs> Nogmaals, we hebben niks tegen homo's. Nee, als ik voor mezelf spreek. Nee, zelf dan hier. Um, Absoluut niet. Maar waar ik wel wat tegen heb is kinderen uh, allerlei shit in hun gezichten te duwen. Ja. Um, en gewoon die hele propaganda en die hele stroming. Weet je, doe, doe lekker waar jij je goed bij voelt. Um, als je homo bent, ben je homo. Als je lesbisch bent, ben je lesbisch. Het maakt me geen moer uit. Maar je hoeft er niet continu andere mensen mee, uh, mee lastig te vallen. Nee. Toch? Doe dat alsjeblieft niet. Nee. 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 Oké, okay, door naar het volgende. Anders wordt het te grimmig. Een strike hier. Uh, hebben we heb er al er een? Wie? Een strike. Je begint net geld over die met YouTube. Man. Ja, dan gooi, nee, dan, gooi, dan gooi je het allemaal weg. Dus een domme podcast van een lek. Auteursrechten hebben we wel gehad op een. Uh, ja, serieus? Ja, een nummertje hadden we eronder gezet in de promovideo. Maar dat hebben we binnen no aan weer gefixt. Dus dat was, uh, ja. was prima. Nee, even zo. De, de, de zag het even door de vingers. Ik zeg, kom op. Kom op. En die zitten. Kom maar goed. Een hey, um, stukje e-commerce. Even om daarop terug te pakken. hele andere kant even weer. Maar ik denk dat we de maatschappelijke dingen wel voldoende besproken hebben. E-commerce natuurlijk waar jij zelf uh, actief in bent en waar je ja, gewoon een goede grote speler in bent. Um, een vraag die jij denk ik zelf heel veel krijgt ook is: uh, Thomas, ben ik niet te laat? Gaat e-commerce e niet dood? Uh, hoe, wat is jouw kijk op de markt de aankomende, de aankomende jaren? Goeie vraag. Aan de ene kant ook een hele simpele vraag. Ja. Um, wat ik mensen altijd vraag is, oké, okay, hé hey Bart. <laughs> Karel. Hé <laughs> hey Bartje, jongen, hoe is ie? <laughs> Thuis alles goed? Nee, <coughs> Bartje stuurt mij een DM, is er gaat dropshipping dood? En dan vraag ik aan Bart, Bart. <laughs> Bartje. Bart. <laughs> vraag ik aan Bart, Bart, jongen. <laughs> ben jij de komende drie jaar van plan om meer te gaan online shoppen dan dat je de afgelopen drie jaar hebt gedaan? Is dat antwoord ja? Inderdaad. Gaan je ouders dat doen? Ja. Gaan je opa en oma dat doen? Ja. Gaat e-commerce dood? Nee. Die vraag wordt alleen maar meer. Ja, aanbieders worden ook meer, maar zijn zoveel slechte aanbieders. Je hoeft niet die hele markt over te nemen. Een paar bestellingen per dag, that's it. En als je dan een paar hebt, ga je naar 10, ga je naar 20, ga je naar 50, ga je naar 100 en level je up. Maar dat is ook weer met logisch nadenken. Kijk gewoon heel logisch naar wat er aan de hand is. Toen ik in 2019 startte met e-commerce, zeiden ook mensen: het gaat dood. En nu zitten die mensen op hun knietjes in mijn DM. En denk ik van. Karel, <laughs> Karel, start gewoon met e-commerce. Nee, kijk, het ding is, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Wat bedoel ik met Rome? Vrij leven, geld verdienen. Wat, wat voor die persoon ook het uit, uit ja, zeker, door. zeker. En ik ga ook niet hier lopen zeggen van oh, e-commerce dit dat. Moet je allemaal lekker zelf weten. Al ga je, koop je bij iemand anders iets met affiliate marketing, doe je ding. Ik gun je het beste. Het enige wat ik duidelijk wil maken is dat als je kijkt naar een opportunity, dat je logische verstand moet gebruiken. Als je ergens een keer een Engelse YouTuber ziet met een thumbnail, dropshipping is dead. Dat klopt. Als jij wil opzoeken. Hey Ronaldo is de slechtste voetballer ter wereld. en je typt dat nu in op Google, vind je ook artikelen of je ziet YouTube-video's. Maar als je heel logisch nadenkt, die online wereld staat echt in de kinderschoenen. Als je gaat naar verwachte grafiek, e-commerce groei, gigantisch. Het enige wat jij hoeft te doen, is op zoek te gaan naar een probleem in de markt en daar een oplossing voor te bieden met een product van een paar tientjes die je genees op voorraad hoeft te hebben. Hoe kan dat doodgaan? Het enige wat doodgaat, zijn bepaalde strategieën, bepaalde trends. Maar zolang jij je er gewoon in vastbijt en je hebt de juiste strategie te pakken, ga je winnen. Ja. Easy game. Maar dat is ook iets wat we in de vorige podcast ook besproken hebben. Weet je? Het gras is niet altijd groener aan de andere kant. Kies uh, een businessmodel voor jezelf. Of dat nou e-commerce is, affiliate marketing is, crypto is. Weet ik veel wat je ook wil gaan doen. Al wil je een winkel openen. Ga gewoon ergens op focussen en laat je niet afleiden door alle andere dingen die je op YouTube voorbij ziet komen. En je komt er vanzelf achter of e-commerce of crypto of affiliate marketing dood is ja of nee. En het antwoord, als je er echt al in op gaat, dan is het precies hetzelfde antwoord als wat jij net geeft. Ja, in principe zullen al die businessmodellen tot bepaalde hoogte blijven bestaan. Sommige zijn beter dan andere. Ja, 100%. Um, maar dat is weer het logische verstand. Ja, zeker. En ook wat je zegt met, uh, met YouTube, weet je, als je een thumbnail ziet van een Amerikaanse YouTuber met dropshipping is dead, is precies hetzelfde punt als wat we net op, uh, over school hadden. Dat is één opinie of één mening. En dat kan ook gewoon clickbaitroep zijn, los daarvan. Maar. Ga zelf ook logisch nadenken met andere onderzoeken die je gaat doen. En niet op basis van één, één video. Nee, zeker niet. Er zijn gewoon meerdere businessmodellen die gewoon goed werken. Tuurlijk heb je wel bepaalde dingen waarvan ik zeg... die zijn veel beter 100%. om te doen als beginners dan, dan anderen. Maar ook al ga je geen business doen, gewoon in het leven... ik denk dat je met logisch nadenken echt al heel ver komt. Ja. Ik ga hem nog één keer terugpakken, sorry man. Maar kijk naar twee jaar geleden met, met de griep. Denk nou even logisch na. Zeg maar, je kon het nog steeds krijgen als je een prikje had... maar die mensen mochten wel vliegen en de rest niet. Terwijl ze nog steeds ziek werden. Als je logisch verstand, denk even na. Ja. Wat, is, wat is jouw gedachte daarachter? Om hem toch nog heel even daar... Ja, gaan we nog een uur doorlullen? Nee, gewoon even één, één, jouw gedachte van... Waarom denk je dat dat zo Kijk, gedaan is? Kijk, ik ben van mening... Of ik geloof... Het is mijn, mijn mening hoe ik erin sta. Ik geloof dat het daadwerkelijk een griep was. Dat er mensen ziek zijn geworden. Dat er mensen zijn overleden. En dat is echt hartstikke erg, weet je. Um, zijn mensen goed ziek geworden? Vind ik vreselijk om te zien. Alleen er is extreme misbruik gemaakt van de complete situatie om een bepaald systeem door te, doorheen te drukken. Wat ze al jaren achter de hand hadden en dachten, hey, dit is het moment. We drukken er doorheen, we rekken het een paar jaar en nu is het nog steeds gaande. Het is vandaag de dag zijn er nog steeds dingen gaande die toen zijn begonnen. Het ding is alleen, je wordt niet meer de hele dag gebombardeerd met allemaal dingen op het nieuws die daarover gaan. Maar terwijl jij in je woonkamer zit, gewoon lekker rustig je dingen aan het doen bent, zijn er op de achtergrond allemaal dingen bezig die jouw vrijheid gaan beperken de komende jaren. Maar mensen zien het gewoon niet meer. Mensen zijn gewoon blind voor alle dingen die om zich heen gebeuren. Um, dus dat is een beetje hoe ik er, ik er naar kijk. Er is gewoon enorm misbruik gemaakt van de hele situatie. Er hebben mensen gigantisch veel geld mee verdiend. Um, en ja, als je een beetje logisch nadenkt, het slaat gewoon helemaal nergens op. Gewoon, natuurlijk, de ouderen beschermen en mensen die wat zwakker zijn. Dat geloof ik allemaal best. Ja. Maar ook gewoon bepaalde dingen met cijfers. Er is zoveel geknoeid. Gemanipuleerd. Uh, ja, weet je, als je kijkt naar al die mensen, ze waren. Zoveel mensen die, die zijn over, uh, overleden door C-19 mm -hmm. hadden overgewicht. Maar ik heb onze grote vriend Rutte nooit, maar dan ook nooit... tijdens één persconferentie horen zeggen... jeugd, luister, eet gezond, want dan word je later niet dik... en dan hoor je bij die risicogroep. Nooit. Als het echt om een gezondheidscrisis ging... hadden ze op middelbare scholen dus toch wel voorlichting geven... over hoe beweeg je gezond, eet een appel, zet 10.000 stappen. Nooit gehoord. Nooit. En dan, en dan het, gaat het om gezondheid van de bevolking. Ik bedoel, als je weet dat dat soort... Virussen de komende jaren vaker gaan gebeuren. Dat hebben ze gezegd. Uh -huh. Dan kijk je naar hé, welke generatie komt eraan. Zijn de mensen tussen de 10 en de 30? Dan geef je die educatie op scholen over hoe ga je gezond in het leven staan. Maar dat is nooit gebeurd. Dus het gaat niet om gezondheid. Nee. Dat is ook weer logisch nadenken. Als het echt om gezondheid ging, hadden ze uh, bepaalde dingen aangegeven. Doe dit, doe dat. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze dragen alleen maar dragen een mondkapje wat niet werkt. Nee. Ik zie soms nog wel steeds mensen met een mondkapje och. lopen. ik ja, denk och, och, wel, wat de fuck och, och, ben je aan het doen? Ja, en een mondkapje en dan wel zeg maar... Het mondkapje naar beneden, een zakje chips en dan weer omhoog. <laughs> of even een peukje zeg maar zo. Ja, Verschrikkelijk. Zo peuk. Ja. ja, wel met zo'n mondkapje lopen, maar voor de rest niet op je gezondheid. Ik heb net, een keer wel, een maar... mondkapje gezien. Is mooi hè? Je gaat een mooie snippet wat je ja. maken. Het is dus een mondkapje en je had een soort klepje. En dan kon je zeg maar uh, doorheen roken en dan kon je hem dicht doen. Helemaal... Ja. Of dat er een dit is dit 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 snap ik ook niet is er een stel mm. ja dus je hebt een man en een vrouw die liggen s'avonds bij elkaar in bed maar de vrouw die draagt het mondkapje en de man niet maar ja als de man het krijgt ligt er s avonds lig je weer in bed te rollenbollen ja nou, waarschijnlijk dat stel waarschijnlijk niet die slaan waarschijnlijk op de bank 1,5 <laughs> meter maar is, <laughs> je snapt wat ik bedoel toch ja ja, ja. een hey, stukje gezondheid want ik weet dat jij dat ook uh, belangrijk vindt je bent goed en uh, die, die, die biceps die knallen er ook ik uh... weet je waarom ik die polo tot hier heb gedaan <laughs> nou nee <laughs> het is. Och man. We, we naderen het einde. We merken dat het wordt steeds slapper wordt. Maar goed, nee, het, even... begint op, het begint op Veronica en Ja, dat is ja. goed. Lekker man, niks mis mee. Nee, en als we hem kijken naar uh, jouw stukje gezondheid. Ik weet dat je daar ook uh, diep, uh, diep in zit. En dat je het belangrijk vindt. Uh, gewoon sporten, wat je, wat je net ook benoemt, Goed op je voeding letten. Uh, hoe zorg jij ervoor dat je los van het drukke business bouwen. waar je mee bezig bent. ook gewoon goed op je gezondheid let zodat je ook beter die business kan bouwen? Gezondheid is extreem belangrijk, um, maar je kan ook doorslaan. <laughs> ik, ben, ik, ben, ik heb doorgeslagen. Ja? In welke optiek? Uh, ik had op een gegeven moment had ik een, een, een private chef, had ik allemaal slaap geoptimaliseerd en zo. Maar toen dacht ik, ben ik een robot of ben ik een ondernemer? Dus het zijn allemaal leuke dingen. Maar het zijn uiteindelijk maar een paar dingen die ervoor gaan zorgen dat je lekker in je vel zit. Tuurlijk, ik heb bepaalde supplementen, ik sport, ik doe intermittent fasting, ik eet relatief gezond. Um, maar te erg op al die cijfertjes zitten en dat soort dingen. Dat is echt niet te doen, man. Nee, nee dan ben je echt een robot, inderdaad. Bro, ik stond op, ik keek naar mijn Aura-score, ik voelde me gewoon goed. Oh, 68. Ah, oh ja, ik ben eigenlijk wel moe vandaag. Weet je? Dus het, het fok met je, met je brein. Plus daarnaast, als je een Aura-ring draagt... Het Aura je... is voor slapen trouwens, voor de mensen die... Oh ja, dat is een slaapring ja. die je slaapt, trackt. Op zich een goed idee. Zeker denk dat het interessant is om, om die uh, te kopen. Te ko <laughs> nee, ik heb het kopen. Um, in ieder geval, je bent dus wel 24-7 connected met Bluetooth, want je hebt Eigenlijk 16 uur per dag heb je, je telefoon in je zak. En de 8 uur dat je slaapt, heb je die ring. Dus je bent 24-7 zit je onder straling. En dat vond ik ook niet een heel chill idee. Mm, Daar kwam ik later heen. pas achter. Mm -hmm. uh, want je bent al de hele dag die straling, allemaal dat soort dingen. Uh, maar in ieder geval, terugkomend op je vraag. Gezondheid, zeker belangrijk. Slaap gewoon supergoed. Al haal ik even door, slaap ik om 3 uur s'nachts. Ga ik niet om 7 uur s ochtends opstaan. Omdat het goed is om om 7 uur s ochtends op te staan. Nee. Dan blijf ik gewoon lekker liggen tot de uurtje of 10. Maar als ik dan opsta om 10, doe, 10, doe ik wel gewoon mijn ding. Dus ik denk ook niet per se dat het heel erg uitmaakt van hey, hoe laat sta je op, maar dat het meer uitmaakt van wat doe je als je opstaat. Mm -hmm. um, ik ken mensen die staan om zes uur op, hebben een geweldige routine, maar zijn al drie jaar broke en kunnen geen boodschappen betalen voor hun ouders. Ik ken ook mensen die roken uh, zes pakjes per dag en zes espresso's dus en multimiljonair. Wat ik daarmee probeer te zeggen is, een routine kan supergoed werken, maar je moet wel je voordeel gebruiken en niet omdat iemand anders zegt dat je het moet doen. Alles valt of staat met wat gewoon goed werkt voor jou. Ja, 100% man. En daarin moet je gewoon dingen uitproberen. Want je kan het gevoel hebben dat hetgene wat je nu doet, dat dat goed werkt. Maar als je wat anders probeert, dat je weer keer twee het gevoel hebt van dat je zoveel productiever bent. Gewoon doen wat je, waar je goed bij voelt, man. Al die dingen van je moet dit, je moet dat. En uiteindelijk ook Miro, die ook bij ons of bij mij te gast is geweest, die had het daar ook over in een reel laatst op Insta. Um, er wordt ook gewoon heel veel werk uitgesteld door bepaalde routines die je nodig hebt, voordat je daadwerkelijk begint met werken. Dat kan gewoon een uur in beslag nemen. Want als je dat uur Ja, helemaal, man. ja als je dat uur doet, die routine. En je skipt die routine en je staat, gaat gewoon gelijk aan het werk. En je telt dat op aan het eind van het jaar hoeveel uur extra je dan gewerkt hebt. Ja. Ja, mensen raken verstrikt in de routine. Ze hebben een geweldige ja. routine gedaan en denken dat ze productief zijn. Maar wat is je doel? Is je doel om de meest productieve man op aarde te worden of om een bepaalde lifestyle te gaan leven en, uh, ja. en dat uh, voor elkaar te gaan krijgen? Dus uh, ja, dat is zeker waar, man. Kijk, ik denk dat het zeker iets is met beginners. Dat het gewoon allemaal is sta op, mediteren op een rots. Ja. Fuck al die shit. Meditatie is hartstikke goed, maar ga niet te veel dingen willen doen. Sta gewoon op, neem je koffie, ga aan het werk, kijk wat voor jou werkt. Ja. Maar vergeet niet, waar gaat het daadwerkelijk om? Je moet die, die big rocks, wil je gewoon in de ochtend, wil je gewoon Liefst op lege maag werkt voor mij supergoed en dan gewoon aan de bak man gewoon ja. knallen niet, niet janken niet geen, geen yoga matje weet je het kan als het voor jou werkt doe het maar mensen overdrijven man wij gaan straks ook nog even yoga en op. wij gaan zo even is yoga lekker weer 26 graden aan de ijssel ik heb, uh, ik heb mijn zwembroekje mee <laughs> gaan we zo even een kleermaker zitten uh, aan de ijssel zitten ja of aan de rijn trouwens hier hier aan de rijn ja, zo, ja. fantastisch en vraag aan de man of ze wat content schieten ja Heerlijk. 500 likes? <laughs> ik, ga, ik ga absoluut niet op een yogamatje zitten. Vandaag. Nee, nee. <laughs> <laughs> uh, Peter laat Pet mee. Pet al. Peter vond hem goed. Peter ga jij mee? Zo? <laughs> Peter, Peter gaat mee. Oh, oh. Hey, um, ik ben nog wel benieuwd naar één uh, vraag sowieso. Wat we elke podcast eigenlijk doen. Um, we hebben een vorige podcast ook gesteld. Maar ik ben vooral benieuwd naar het moment in de afgelopen... Nou, acht maanden, wat zou het zijn dat we elkaar, dat we uh, weer op de volgende show springen, om het zo maar even te noemen? Um, wat was voor jou uh, het moment de afgelopen acht maanden? Um, afgelopen acht maanden was mijn schouders moment dat ik in mijn appartement in, in Dubai zat, Uitzicht op de Burj Khalifa, alles voor elkaar. Mooi horloge, gezond. Maar dat ik me fucking leeg voelde. Mm -hmm. En dat ik echt dacht: van joh, heb ik, heb ik hier nou alles voor gedaan, zeg maar, voor dit gevoel? En um, dat was niet chill, man. En toen zag ik ook echt in van dat soort dingen gaan mij niet gelukkig maken. Dat moet ik niet meer chasen. En ik zeg niet dat ik nooit meer in een nice appartement ga zitten. of ik dat nooit meer een extra klok zou halen. of wat dan ook. Mm -hmm. Maar dat voelde me. Ja, was wel echt zo'n leeg moment. dat ik dacht: van fuck, dit is niet. dit is niet wat ik wil. Dit, dit moet echt gaan veranderen. want dit is, dit is niet oké. Okay. Dit verdien ik niet. Dit, dit wil ik niet voelen. Dus dat is wel echt mijn schoudersronder moment geweest. dat ik dat heb omgedraaid. Nou, Vlucht naar Bali geboekt. Daar gewoon even uh, gechilled. Helemaal tot mezelf gekomen. Ook tegen mijn team gezegd: yo, guys. Ik hou van jullie, maar ik ga er even een paar weken uit. Eén stap terug, twee vooruit. Dat zijn we nu aan het doen. Mm -hmm. En ja, dan heb ik ook wel weer een team die er gewoon voor zorgt dat er gewoon een kaart geld wordt verdiend. Terwijl ik niks aan doe, doen ben. Um, maar dat was wel echt mijn schouderstronnen moment, man. Dat ik echt dacht: van fuck, ik heb echt dagen gewoon s'avonds dat ik gewoon niet kon slapen. Nooit gehad. Nooit in mijn hele ondernemerscarrière niet dat ik niet kon slapen. Wat de fuck. Actually... Dat, ik, dat ik echt gewoon voelde: van ik weet niet. Ik, ik geloof ook niet in al het burn-out shit en zo. Ik wist dat ik het bij mezelf moest gaan zoeken. Want ja, weet je, ik kan externe dingen de schuld geven, maar het is gewoon mezelf. Maar toen heb ik ingezien van hey, vanaf de buitenkant kan alles goed zijn, maar het moet intern moet het goed zitten. Daar, daar begint het gewoon allemaal bij. Dus dat heb, daarin heb ik me herpakt. En um, ik zie het ook alweer als een uitdaging, weet je? Er komen weer nieuwe uitdagingen op mijn pad. Hé, hey, Thomas, dat betekent dat je weer naar nieuwe levels gaat. Uh, want je maakt nu dingen mee die je nog nooit hebt meegemaakt. Ja, mensen willen je testen. Er gebeuren dingen, komen dingen op je pad. Nieuwe uitdaging. Blijkbaar had je shit niet zo goed voor elkaar is dat je dacht. Hey, wake up call, naar Bali gaan, met mezelf reflecteren. En nu gewoon keihard gaan knallen, man. Hoe ga je dat nu anders doen om niet weer die leegte te voelen? Ik weet niet of ik dat net ook al gevraagd heb, maar... Ja, ik... zijn we net al wel een beetje op ingegaan. Mm -hmm. um, maar ik denk meer, uh, meer tijd doorbrengen met mijn geliefdes. Ja, precies. Ja, dat hebben um, ja. Ja, ja, we besproken. Ja. Dat, ja, zeker. Hij kan een herhaling vallen maken. Nee, duidelijk. Even, even terugscrollen voor, terug dus. voor de mensen die dat uh, ook vergeten waren. Ja. Um, ja, ik heb uh, voor de rest niet zoveel meer, man. Nee, was dit het, jongen? Zijn we dingen vergeten? Zijn we dingen... Nee, zeker niet, man. Ik denk dat het een hartstikke waardevolle podcast was, ja. dat uh, en dat we een leuk gesprek hebben gehad. En, uh, Zoals altijd. Ik wil jou bedanken, man. Graag gedaan. Dat hier, uh, goed zijn. dat je weer in Nederland was. We hebben snel gefixt. Woensdag hebben we even gebeld en. Ja, want snelheid is ski, jongens. Ja. Dus nee, uh, ik ben super blij dat je weer langs bent gekomen, man. Ja. Uh, ik ga je bedanken nogmaals voor je ja, tijd. Ja, bedankt, kerel. Wij uh, wij spreken elkaar sowieso nog. Komt goed. Uh, dames en heren, ook weer bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Vergeet niet te liken, te reageren en uiteraard te abonneren. Thomas' socials staan hieronder. Mijn socials staan hieronder. Doe die even een follow. Abonneer ook op Thomas' YouTube kanaal. Als je heel veel tips, tricks wilt hebben over e-commerce, ondernemen en mindset. En dan ga ik jullie voor nu gedag zeggen. En uh, de volgende keer weer zien, horen, spreken. <laughs> ik was even aan het zoeken, maar dat was hem. Dank jullie wel, dames en heren. Ciao. Yo.